Gisteravond was het zover. Er was namelijk een mevrouw in Miami. Zo, wat een mooie stad is dit, zeg! Zij besloot om even te steken zitten gaan lopen, maar toen hoorde ze iets. Miauw. Miauw. Hè? Wat is dat? Even kijken. Miauw. Oh, my. Miauw. Oh, hey, Snooty. Is alles oké met je? Snooty. Hallo. Is alles oké met... Waarom ben je nou aan het schommen? Wat gebeurt er? De kat ligt er nog wel, maar wat zou er met deze mevrouw gebeurd zijn? Daar kom je achter in deze video. Welkom bij het Famous Shame kanaal. Laten wij gaan beginnen met het allereerste nieuwtje en het gaat over Catnap. Dit fantastisch stuk speelgoed is vanaf vandaag te koop in de winkel. Ook komt deze rechtstreeks uit Poppy Playtime. Deze is te koop voor maar liefst €20,99. Dus waar wacht je nog op? Laten we doorgaan naar het volgende nieuwtje. Het gaat namelijk over koningin Mariska in Vice City. Zij is afgelopen nacht vermist geraakt. De aanleiding is onduidelijk. Voor een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe video, mensen. Oké, we zijn eens wakker geworden. Ik heb dus even het nieuws gecheckt. Zoals jullie zien. Oké, dat is mijn telefoon. En ja, het is best wel graag nieuw wat gebeurt. Ik bedoel, heel stom dat de koningin ineens vermist is. Hoe kan dat nou weer? De koningin van Miami. We gaan vandaag naar Miami toe. Maar in ieder geval, we gaan dus wel nieuwe catnap knuffels halen. Of ja, eentje in ieder geval. Want er is een nieuwe catnap knuffel uitgekomen. Maar mensen, voordat we verder gaan, like even deze video. Kunnen wij voor de 1000 likes gaan, minimaal. Ik zie dat het steeds minder wordt met de likes. En daarna ik tegen jullie wil zeggen. Klik erop. Kleine moeite. Je bent er 2 seconden mee bezig. Laat even achterover met links of rechts op geliked. Anders komt catnap achter je aan. En abonneer ik naar mijn belletje aan. Laten we zo lekker op vakantie gaan. Papa, heb je een beetje zin in vakantie? En of dat ik er zin in heb. Kijk, zo mag ik het horen. Lekker naar Miami. Mama, heb je ook een beetje zin in vakantie of niet? Ja, tuurlijk heb ik er zin in. Oké, en ik neem trouwens ook Huggy Wuggy mee, hè? Zeg, wat moet je met die pop? Nou ja, er komt dus namelijk een nieuwe catnap knuppel aan. Ik vind het wel leuk om Huggy Wuggy kennis mee te laten maken. Nou, wat jij wil toch? Ja, dat is precies wat ik wil. Toch, Huggy Wuggy? Nou, daar is je, mensen. Dit is mijn Huggy Wuggy pop. Kijk hoe mooi deze eruit ziet. Kom, laten we naar de auto gaan. We gaan op vakantie. We hebben geen tijd meer te verliezen. Kom, laten we lekker naar de auto lopen. Kijk, zelfs Huggy Wuggy kan lopen. Nee, Huggy Wuggy, kom even doorlopen. Niet treuzelen, alsjeblieft. Wat doe je moeilijk? Nou ja, in ieder geval, het zal wel. Nou, in ieder geval, laat ik even mijn oren aan auto een beetje naar voren zetten. Misschien wel een beter idee ook, dus kunnen ze instappen gelijk. Kijk, papa is al buiten. Ik wil even wachten op wat mama aankomt. Hé, papa, wat is mama aan het doen? Zou je eens even de spullen aanpakken? Ah, oké. Nou, kom maar goed. Ik wil even waar is Huggy Wuggy eigenlijk? Ah, kijk, daar is Huggy Wuggy. Die is helemaal ongelopen. Ik weet ook niet waarom, maar kom, Huggy Wuggy, stap in. En daar is moeder hoor. Ja, zeker. Huggy Wuggy steekt wel een beetje uit. Maakt niet uit, toch? Huggy Wuggy heeft best wel een groot hoofd. Nou, laten we lekker vakantie gaan. Ja, ik heb er heel veel zin in. En of, ik heb er ook heel veel zin in. Hallo. Het is wel een van onze leukste vakanties die we gaan meemaken waarschijnlijk, hè? Laten we even extra veel gas geven. Lano, rij een beetje rustig. Ik ben een beetje bang in de auto. Ja, sorry. Oh, ja, oké, dat moet ik inderdaad niet doen. Je hebt gelijk. Maar weet je, laten we lekker naar het vliegveld rijden. Oké. Normaal zou ik altijd moeten wachten op de douane, maar er is één voordeel aan mij. Ik heb namelijk een eigen vliegtuig en een vliegbewijs gehaald. Dus ik kan gewoon lekker zelf vliegen. Eerlijk mensen, hoe fijn is dat? Er is niks leuks dan dat. Kom op. Eens even kijken waar mijn vliegtuig staat hoor. Hebben jullie er een beetje zin in? En of? Kijk, dat vind ik goed om te horen. Ah, kijk, daar staat mijn vliegtuigje. Wat leuk. Laten we het even gaan pakken en gaan vliegen, jongens. Kom op. Nou, laten we even gaan stappen. Ik denk dat het een goed idee is. Even het vliegtuig in. Hoppa. En de rest komt er ook aan hoor. Jazeker. Dat betekent maar één ding: vliegen naar Miami. Ik heb er heel veel zin in. Jullie hebben Vice City al lange tijd niet meer gezien. Ik wel in ieder geval. Want kijk eens, in ons verte staat het. Vice City. Laten we lekker opstijgen. Ik denk dat het een verstandig idee is. Hoppa. 1, 2 en hoppakee. We gaan eens mooi de lucht in. Door naar Miami. Kijk eens hoe mooi Miami eruit ziet. Laten we even eerlijk zijn. Geniet even van het uitzicht, jongens. Oi, yo. En we gaan dus namelijk GTA 5 lekker achterlaten. Dit is dus GTA 5. Jammer, joh. Nou, in ieder geval, ook hier heb ik wel van kunnen genieten. En daar staat de vuurtoren van Miami. We vliegen er gewoon letterlijk overheen. Om ook een beetje een referentie te maken naar GTA 6. In deze stad speelt het zich af. Alleen is GTA 6 natuurlijk wel een heel stuk groter dan dit. Maar dit is ook best wel groot nog, hoor, als je erover nadenkt. Ook in de tijd dat hij uitkwam, 2003 volgens mij, misschien zelfs nog eerder, 2002, ik durf het even niet zeggen. En ik zie beneden de zwembaden staan daar. Kijk dan. Oh, dit grote huis. Wacht, dit is het koninklijke huis hier beneden. Laten we daar zo meteen ook even naar gaan kijken. Want we moeten eerst even catnap gaan kopen. Want ik wil weten wat er met de koning is gebeurd. Want ook daar moet ik onderzoek naar doen. Maar ik ben natuurlijk onderzoeksjournalist, dat weten jullie. Maar laten we lekker gaan landen. Oké, daar gaan we dan, mensen. 3, 2, 1. Komen we aan, hoor. Zeker in Miami. De wegen staan wel. Oh, kijk, ik sta een beetje recht aan het trekken. Kijk eens. Wow, wat mooi dit. We zijn dus aangekomen in Vice City. Laten we ons spullen gaan pakken en naar het hotel gaan. Zo, nou laten we de auto gaan pakken, jongens. En of dat ik dat ga doen. Kijk, mooi. Het is tijd om catnap te komen. Maar laten we eerst even naar ons hotel gaan. Dan ga ik Huggy Wuggy even veiligstellen. En jullie ook. Klik als een goed idee. Oké, gaan we het rijden als we gaan jumpen of niet? Oké, 1, 2, 3. En gaan we het halen? Gaan we het halen? Gaan we het halen? Nee, dat halen we niet. Misschien als we schuin gaan doen dat we het wel gaan halen. Dus laten we het schuin proberen dan. Oké, 3. Of nee, wacht hier zo. Oké, 3, 2, 1. Oh, dat gaat niet. Oké, laat het schuin gaan proberen. 3, 2, 1. En haal het? Ja. Ja, nee. Hoe haal ik dit niet? Laten we het nog één keer proberen met een hogere aanloop. Ik denk dat dat beter is. Oké, 3, 2, 1. En dan gaan we dan. En kom op. Ja. Oké, we hebben het gehaald.
gehaald. Laten we door naar ons hotel gaan. Maar welkom in Vice City. Wat mooie stad is het ook, jongens. Wat vinden jullie hiervan? Naast dat jullie Vice City zien, is jullie iets opgevallen aan mijn GTA-dingetjes? Want ik heb nou wat nieuws in GTA, maar wat is jullie opgevallen? Het is zelfs in GTA 5 te zien. Het is heel anders dan dat jullie gewend zijn. Wat heb ik anders aan deze map gedaan of aan deze server dan dat jullie gewend zijn? Laat even achter in de comments. Goed, door naar het hotel. Oké, dames en heren, we zijn weer een stukje verder aan het rijden. En als we goed kijken, is dit namelijk het Koninklijke Hotel. Oké, dus dit is het Koninklijke Huis. Hartstikke nice. Ja, daar gaan we sowieso nog naartoe moeten gaan. Want ja, eerlijk, daar moet er gewoon zijn. Want daar wil ik wel even een en ander over weten. Maar het gaat ook even speelgoedwinkel waar we naartoe gaan. En daar gaan we zo meteen eerst doen. Maar eerst jullie even veilig stellen. En dit is het blok waar ons hotel moet zijn. Even verder kijken. En als het goed is het hier iets in de buurt. Ietsje verder, ietsje verder. Dan heb je de Deacon Hotel. Dan heb je de Lawrence. En daar is Ocean View. En daar moeten we dus zijn. Jongens, laten in gaan checken. Ik ben heel benieuwd. Kom, eruit. Kom, laten we hier lekker naar binnen gaan. Waar wachten jullie nog op? Dames en heren, jongens en meisjes, dit is het dan. Het hotel. Laten we even gaan inchecken. Oké, dus hier even kijken. Als het goed is, hebben we hier de sleutel. Ah, top. Die is gewoon letterlijk al klaargelegd voor ons. Zonder dat er iemand is. Oké, ander. Oh, sorry mevrouw. Of ja, ik ga tegen mijn moeder. Waarom zeg ik nou mevrouw tegen mijn moeder, joh? Nou, laten we lekker naar boven gaan. Kom aan. Hoppa. Kijk eens, ze rennen letterlijk achter me aan. Dat vind ik wel leuk. Eerlijk, ziet er leuk uit. Zelfs Huggy Wuggy. Kom, Huggy Wuggy. Kom, papa. Kom, mama. Eens even kijken hoor. En kijk eens, dit is onze fantastische hotelkamer. Laten we hier even gebruik van maken. En geniet ervan. Ik neem aan dat jullie lekker sudoku worden. We poesjes willen oplossen. En Huggy Wuggy, ik denk dat je ook even beter hier kan blijven. Want ik ga namelijk een leuke verrassing voor jullie meebrengen. Oh, is het zo? En of dat het zo is. Dan ben ik zo meteen weer terug, jongens. Vermaken jullie, hè? Oké, laat ik even snel naar de auto gaan. Want we moeten dus namelijk een nieuwe speelgoed gaan halen. En ik weet precies wat ik ga halen. Zo, we zijn lekker buiten gekomen. En laten we gelijk doorrijden naar de speelgoedwinkel. Wat is toch ongelooflijk mooi dit? Wauw. Ik merk dat sommige stukken de dingen wel een beetje moeite hebben. Ik weet niet of het de game is. Of dat het waarschijnlijk gewoon is omdat het een hele mooie map is. Maar weet je wat, mensen? We gaan nu naar de speelgoedwinkel toe. Dus ik zie je daar. Wij komen dus bijna aan bij de winkel waar we dus catnap kunnen kopen. Of ja, catnap eigenlijk. Wow, ik moet wel goed zeggen, jongens. Oh my god. Hoe moeilijk is het om die naam goed uit te spreken? Ja, oké, best wel lastig soms. Maar daar gaat het even niet om. Wij komen dus bijna aan. En hier moet het dus zijn. Laat ik ook even gelijk naar binnen stappen. En even kijken wat ik hier kan halen. Ik ben dus heel erg benieuwd. Oké, let's go. Daar gaan we dan, jongens. Oh my freaking god. Dus hier moet het zijn, hè? Hey, en daar staat hij dus al gewoon letterlijk catnap. Oké, of catnap. Oh my god. Hey, mevrouw. Zou ik alsjeblieft deze catnap mogen kopen? En of natuurlijk. Dat is helemaal toegestaan. Het is alleen maar een beetje prijzig. Hoezo dan? Het was 21 euro, toch? Nou, dit zit anders. Dit kost 600 euro. 600 euro? Wow. Oké, dat is wel heel erg duur. Maar vooruit bij deze, alsjeblieft. Dankjewel, je mag hem meenemen. Oké. Oh, whatever. We gaan even lekker naar de auto toe. En catnap, wojo, kijk die staart. Hij heeft echt een super lange staart. Wojo, oké, dat is wel echt heel cool. En heeft wat dit helemaal te betekenen, hè? Ben je heel serieus? Oh my god, nee, Cartoon Cat. Wat? Ben je heel serieus? Ben je heel... Oh, nee. Dit kan toch niet waar zijn? Nu al Cartoon Cat en ik heb helemaal geen wapens, niks. Oh, nee. Oké. Oké, top. Laat snel wegwezen hier. Ik zweer het je. Beter idee ook, hè? Ja, sorry mensen. Ik wil jullie niet aanvallen. Jullie moeten even niet bang voor mij zijn. Kom op. Ik probeer jullie nog te redden door deze in elkaar te mappen, toch? Maar goed, catnap zit dus achter het stuur. Of ja, die zit naast me, letterlijk. Maar oh my god, kijk, die staart. Die komt gewoon letterlijk onder de auto vandaan. Hoe heeft hij überhaupt zo'n lange staart? Een stokstaart noemen we dit. Hij staat gewoon recht overeind. Kijk, als ik... let op, hè? Even kijken hoor. Zo, 3-1. Oké, nu zien we het even niet. Oké, onder. Ja, je ziet het al, hè? Gelijk die staart. Oh my god. Dat is best wel bizar eigenlijk. Maar goed, desalniettemin, we komen dus aan bij de dingen. We moeten even naar de koninghuis gaan. Want ik wil toch even een beetje verhalen en weten wat er aan de hand is. Want het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet ook niet wat er gebeurd is of wat er aan de hand is. Maar het gaat er nou om, waar is die koningin eigenlijk? Dat wil ik even heel graag weten. Hier is het dan, het koningshuis. Laat ik even gelijk naar binnen gaan en eens even kijken wat ik hier kan doen. En hopelijk is catnap zometeen niet weg. Oh my freaking god. Nou, dat zal wel weer niet. Wat moet hij doen? We doen het als een kat. Maar goed, weet je, we gaan even kijken hier. Dus dit is het fantastische koningshuis. Laat hier even naar boven gaan en eventjes gaan praten met deze man. Want ik denk dat het een verstandig idee is om te doen. Oké, en daar zit hij dan hoor. Hey, een hele goede middag meneer. Ik heb even een vraagje. Weet je waar de koningin is gebleven? Als ik dat al wist, had het al lang in het nieuws gekomen. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat er met haar gebeurd is. Maar één ding is zeker, ik maak me zorgen om haar. Oké, nee, begrijpelijk. Eens even kijken, wat kunnen we hier tegen doen om jouw vrouw te helpen? Ik wil het best van mij helpen, maar wat moeten we er tegen doen? Ik weet het niet. Ik vind het wel heel toevallig dat het tegelijk is met de catnap knuffel. Je bedoelt knuffel. Ik snap, je kunt niet echt goed praten, maar even voor de duidelijkheid. Wat moet een knuffel hiermee te maken hebben? Weet jij dat toevallig? Dat is maar een raadsel. Maar kun je het alsjeblieft voor mij onderzoeken? Maar natuurlijk, dat wil ik best wel doen. Kom, dan ga ik even lekker op onderzoek uit, ja? Meneer, probeer rustig te houden. Oké, ga ik even gelijk naar beneden toe. En damn, het koningshuis is ook wel echt heel groot trouwens. Maar laat hij gewoon even lekker naar boven. Want als het goed is, moet het dan op beneden. Ik denk niet eens dat het boven is. Maar verschrikkelijk, hij voelt zich ook helemaal niet goed. Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, als je vrouw ineens vermist is. Ja, nee. Dat moet je natuurlijk niet willen. Laat ik even naar beneden springen. Ik denk dat het goed idee is. En oh my god, ouch. Oeh, pas op. Ik kan gewoon letterlijk tegen die trapleuning aankomen. Maar goed, laat hier even verder gaan kijken. Oké, dus hier moet het zijn. En oh my god, wat is het shaken hier zo? Maar goed, dan gaat het even niet om. En hier is het namelijk een van de wellness. Oh, wat cool dit. Hier heb je gewoon letterlijk een wellness. Oké, heel cool. Ik ga even gelijk een duik nemen. Oh, heerlijk. Zo, dan zit ik dan in het fantastische water. Dat meen je... Wat doe jij hier zo? Oprecht, wie ben jij? Wat de hel? Wat gebeurt er? Nee, waar lig jij? Zo. Hoppakee, niks doen jij. Ik weet niet eens wie je bent. Oh my god. Ligt hij nou nog steeds niet? Wat? Zo, hoppakee. Dit is wat mijn mensen als jij doen. Om even zeker te weten dat je neer bent. Zo, wat doet Green daar zo? Wat?
Oké, die ligt in ieder geval lekker te liggen. Dat is een beetje het ding wat ik wil zeggen. Goed, ik moet er wel even verder op onderzoek uitgaan en kijken wat er nou gebeurt. Maar eerlijk, een leuk bad is het wel. Oké, laat ik hier even verder doorheen lopen, want ik moet hier proberen hieruit te komen. Ik zweer het je, want het is hier niet veilig. Er zijn overal dus gewoon gevaren, mensen. Maar is dit van de koning? Maar nu komen we dus uit in een doolhof. Maar wat moet ik in een doolhof doen? Oké, ik denk dat ik hier proberen moet de uitgang te zoeken. Maar kan ik hier overheen springen? Oké, dat kan dus. Oké, ik moet even kijken. Oh, daar moet ik helemaal heen. Oké, mooi. Laat hier even snel doorheen gaan. Ik zweer het je. En ja, gelukkig is het een doolhof waar ik overheen kan kijken, want ik ben wel zo groot. Oké, en wat is dit nou weer te betekenen? Wat doet jij hier, hè? Wat doet hij? Oh my god, nee, Blue. Wat? Het wordt dus overgenomen door Rainbow Friends. Het gaat van Poppy Playton naar Rainbow Friends. Oké, hoe dan? Hoe is het mogelijk? Als het goed is, ik heb van een maat van mij gehoord die ook heel veel Roblox speelt en Rainbow Friends. Rainbow Friends Chapter 3 komt dus binnenkort uit, hoor ik wel. Mensen, gaan jullie Chapter 3 spelen? En hoe? Ik wel. Ik ga het zeker spelen, ook voor jullie op YouTube. Ik ben dus heel erg benieuwd überhaupt naar die chapter, dus het komt goed. Laten we snel naar de auto gaan en hier even wegrijden, want we hebben hier niks meer te zoeken en het is best wel apart hier zo. En gasten maar, dat is misschien het enige wat ik kan zeggen. Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk wegkomen uit deze hel. En het is ook de bedoeling dat we lekker terug gaan naar het hotel, want daar moeten we dus namelijk zijn. Oké, laat ik even proberen te jumpen. Ga ik hier over het dak in raken? Wat? Oh my god, ik geef zoveel gas dat ik moet letterlijk over het dak inspringen. Hoe cool is dat? Dit was wel heel erg cool trouwens. Maar we zijn even lekker naar huis aan het rijden, toch, Catnap? En Catnap, waar is hij nou weer gebleven? Wat? Waar is Catnap? Hè? Hoe kan dat nou weer? Hoe is hij weg? Dat is wel heel erg raar. Ik moet hem mijn ouders vermelden. Ik zweer het, je gaat waarschijnlijk toch niet geloven. Laat ik hier even snel naar boven gaan, man. Wat de hel is met Catnap gebeurd? Papi, mami, waar is Catnap? Hé, waar is hij gebleven? Hè? Weet jullie waar ze toevallig zijn gebleven? Nee, zoon, helaas niet. Als ik het had geweten, had ik het gelijk tegen je verteld. Maar Delano, er is één ding. Huggy Wuggy is ook weg. Wacht, wat? Hoe kan dat? En hoe is het gekomen? Wij waren net aan het douchen geweest en Huggy Wuggy ging ineens spontaan vandoor. Huh? Oké, ik moet knuffels proberen terug te vinden. Dankjewel, ik ga erachteraan. Ik zweer het je. Waar zou ze dan precies uithangen? Ik durf het niet te zeggen. Weet je, laat even gaan kijken. Oké, mensen, laat ik gelijk de auto gaan pakken en wegrijden. Want ik heb hier helemaal niks meer te zoeken. En één ding, ik moet proberen achter te komen. Wacht, ik heb bij Huggy Wuggy namelijk een tracker op staan. Oh ja, Huggy Wuggy is helemaal hier. Ja, daar heb ik niet heel veel aan. Maar we gaan proberen naartoe te rijden. Op zich kunnen we het wel vinden. Alleen ja, zoals ik al zeg, Vice City staat niet op de map en niet op mijn navigatie. Deze is zo outdated als weet ik voor wat. Je zou denken dat is niet echt meer iets van deze tijd om outdated te zijn. Nou, blijkbaar wel dus. Maar laten we gewoon lekker gassen geven en even dekken naar Huggy Wuggy gaan. Ik denk dat het goed idee is om dat even te doen ook. Dus ja, oké. Oh my freaking god. Het is wel een mooi gebied, of Vice City. Laat ik dat even voorop stellen. Maar ja, alleen mooi is natuurlijk ook niet alles, hè. Van een schone tafel kun je niet eten. Maar weet je, mensen, wij gaan even lekker verder. Oké, guys, we moeten hier naar links toe. En als het goed is, komen we er al bijna. En dat is wel mooi op zich. Wat is mooi meegenomen. En als het goed is, moet het hier. Ah ja, hier is het dan, hè. Oké. Klopt het volgens de navigatie? Ja, zeker. Want hier is hij dan maar, hè. Dus dat dan. Laat ik even gaan kijken wie er staat. Wat is dat dan weer te betekenen? Wie staat er dan weer? Hè? Oké, een beetje apart. Een Huggy Wuggy. Wat doet hij daar zo? Oh my god. Oké, ik ga mijn knuppel erbij pakken voordat hij ons aangevallen. Dat is niet de bedoeling. Nee, Huggy Wuggy, die gaan we niet doen. Zo, dit is wat we met Huggy Wuggy doen. Oh my god, nee. Stommerik. Zo. Hoppakee. Oh my god. Ik heb mooi te pakken gehad. Oké, Huggy Wuggy ligt in ieder geval lekker te slapen in het water. Sinds wanneer is Huggy Wuggy zo agressief? Maar wacht, dat die rapport open staat, dat is maar één ding. Dat betekent dat ze waarschijnlijk hier ergens zijn. Op beneden, op boven, dat durf ik even niet te zeggen. Maar ze zijn er sowieso. Oké, laat ik hier even naar beneden gaan. Oh my god. En even lekker zwemmen, man. Oh my freaking god. Oké, hier moet ik naar beneden toe. En als het goed is, moet ik hier zo helemaal in. Mooi. En laat ik hier even lekker doorheen komen. Maar damn, het zijn overal tunnels. Wow, het is gewoon een hele geheime schacht hier zo. Stel, er was geen water geweest. Oh my god, hoe moet ik het dan hebben gevonden? Maar ik vind het wel handig, dit man. Eerlijk is eerlijk. We zijn lekker weer aan het zwemmen en we komen als goed wel ergens uit. We komen er sowieso wel. Oké, even blijven zwemmen. En waar komen we dus nu uit? En we komen dus weer uit in een kamertje. Of moeten we nog dieper? Oh my god, mijn hoofd op mijn druk wordt al dieper. Straks spat mijn hele hoofd in elkaar door die druk. Wat even, we gaan lekker blijven zwemmen. Ik denk dat het een goed idee is. Zwemmen, 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 zwemmen. En hier kun je dus niet doorheen. Oké, interessant. En als het goed is, moet het dan hier ergens zijn, hè? En oké, even. En wacht, nee, dit is de koningin. Nee, wacht, de koningin is gewoon letterlijk onder water gestopt. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Daar was Huggy Wuggy dus hier. Om haar op te bergen. Nee. Oké, ik moet het tegen de koning vertellen. Ik ga snel naar boven toe. We zijn in ieder geval boven water aangekomen. Daar komt misschien maar beter uit ook. Oh my god, laat ik hier even uitgaan. Snel lopen, ik denk dat het verstandig idee is om te doen. Oh my freaking god. Hoe kan het ineens? Huggy Wuggy is sowieso hier geweest, hè? Huggy Wuggy! En nee, hij is weg. Oh nee, dat betekent maar één ding. Waarschijnlijk heeft hij door dat ik hier naar beneden aan het gaan ben. Mijn auto staat er gelukkig nog wel. Ik moet naar de koning toe. Ik moet het tegen de koning vertellen. En nee, ik praat niet over Willem en Alexander. Dat is niet de koning van Vice City, maar iemand anders. De koning, daar is hij dus, hè? Oké, we moeten even snel naar het koninghuis gaan. En als het goed is, moet het dan hier ergens zijn, hè? Oké, laat ik even snel naar binnen gaan. Ik moet die koning even spreken. Snel naar binnen toe voordat het te laat is. Oké, koning! Ik moet spreken. Oh nee. Dus snel naar binnen. Ik moet even weten wat er met die koning is. Ik zweer het je. Ik moet even dit vertellen. Het is tijd om weer wereldnieuws van te maken. Koningen? Nee, wat is met de koning gebeurd? Dat meen je niet. Oh nee. Het is echt niet de bedoeling, man. Oh, hij is gewoon hartstikke neer. Oh, snel naar huis. Ik zweer het je. Mijn auto is ook in gevaar. Ik moet Catnap te pakken krijgen. Want ik weet zeker, Catnap zit hierachter. Samen met Huggy Wuggy. Maar Huggy Wuggy heb ik al 3 jaar geleden gekocht. Zou dat betekenen dat Huggy Wuggy die aura van Catnap voelt? Ik denk het wel. We gaan snel naar huis toe. Al zit mijn auto waarschijnlijk bij het café. Dus ik hoop dat ze wel veilig zijn. En ik hoop niet dat Catnap daar is. En dit is dan Vice City, hè? Zo'n mooie stad. En dan wordt er zo mee omgegaan. Ik zweer het, dit is toch helemaal niet leuk, joh. Oké, gaan we nog een keer proberen? Ja, en hoe? Oké, dat lukt dan maar wel. Wow,
Oh, oh my god. Damn. Oké, dat is mooi gelukt. We zijn weer bijna terug bij het hotel. We moeten het oplossen. We moeten alles oplossen wat er gebeurd is. Het is verschrikkelijk. Oké, hier moet dan zijn bij het café, hè? Oké, ik ga snel naar binnen toe. Ik moet weten wat aan de hand is. Ik zweer het. Ik vrees voor het ergste bij mijn ouders. Oké, dit is het frontpage café. We gaan hier even naar binnen toe. En nee, zijn mijn ouders catnap. Jij weer. Je gaat eraan. Die gaan we mooi niet doen, hè? Nee, auw, hey. Dit gaan we niet doen. Nee, stommerik. Oh nee, en ik kan hem niet raken ook. Hij heeft een super lange staart. Zo, dit is wat we met catnap gaan doen. Bam. Niet anders. Oké, boom. Zo, hoppakee. Hè? Catnap. Zo. Wojo. Kijk, ik zet hier zo mijn drone in en we kunnen zo vliegen. Oké, laat ik even een kleine demonstratie geven hoe het allemaal werkt. Kijk, we kunnen zo omhoog gaan. Oh, wauw, wat cool dit. Ik zweer het je. En ik zie dus bij het tennisveld. Laten we even naartoe gaan, hè. Want eerlijk, dat is wel heel gaaf. Oh my god. Eerlijk, en wat gebeurt hier nou? Huh? Wacht, wie zijn dat? Hucky Wucky Catnap, wat doen ze? No way. Wacht, dit meen je niet. Dit ben je heel serieus? Oh my freaking god. Slaan we letterlijk een man in elkaar. Wat heeft dit te betekenen? Oh my freaking god. Oké, dat is wel heel heftig wat er gebeurt. Ik zie het inderdaad. Wat gebeurt er ook allemaal? Damn it. Oké, deze is wel gespaard gebleven. Oké, die valt gelukkig. Gaat maar. Waar gaat ze nu naartoe? Ze gaan nu naar de auto's toe? Oké, maar waar gaan ze dan naartoe? Oh my god. Dit is wel heel heftig. Het ging al gelijk heftig naartoe. Nou, deze stapt in ieder geval lekker in. En oké, die gaat de blauwe auto in en die andere gaat de paarse auto in. Maar waar gaan ze dan naartoe rijden? Daar moeten ze even achterkomen. En wat? Ze gaan dus allebei keihard vandoor. Oké, erachteraan. Ik zweer het je. We gaan er even achteraan, jongens. Oh nee. We zijn niet zo snel. Oh nee. Oké, waar gaan ze naartoe? Waar rijden ze naartoe? Oké, moeten ze proberen echt te volgen, man. En we vliegen erachteraan. En ja, ik ben even nu vast naartoe gaan. Want ik zweer het, ik ga er zo achteraan zitten. Maar ik wil eens even weten waar ze überhaupt naartoe rijden. Oh, maar ze zijn niet zo snel met de drone. Ze zijn veel sneller. En die... Oké, mijn signaal begint te verliezen. Oké, daar zijn ze nog. Oké, dus daar zijn ze voor het laatste pot. Voor mij, oké, en daar heb ik het niet meer. Oh, mijn signaal is verloren. Nee, dat betekent maar één ding. Ik moet er waarschijnlijk achteraan rijden, man. Maar mijn signaal is gewoon keihard verloren geraakt. Nou, dat is lekker dan. Ja, inderdaad. Maar hey, het is wel een coole drone, toch? Ja. Yeah. Laat ik mijn drone even ophalen. Want ja, we zijn ons signaal verloren, wat ik net ook al zei. Goed idee. Nou, mijn zoontje stapt in ieder geval lekker in. En ja, oké, we gaan dus even lekker rijden. Ja, goed plan, man. We moeten onze drone terugvinden. Oh my god, wat gebeurt er ook allemaal? Ik zweer het je. Ik gebruik één keer mijn drone. Ik zie al gelijk creepypas met elkaar vechten. Wegrijden. Ja, ik vind het al een beetje laf. Oké, waar zou mijn drone eigenlijk moeten zijn? Voor mij hier ergens, toch? Even goed kijken, ja? Ja, is goed. Ik even meekijken. Goed idee. Hij ging deze kant op. En waar moet hij dan liggen? Ik durf het even niet te zeggen, maar... Moet hij hier dan ergens zijn, toch? Of is hij... Nee, volgens mij is hij meegenomen. Oh, iemand heeft die drone gestolen, zeker. Oké, we kunnen even iets verder nog kijken, maar ik denk niet dat hij veel verder dan dit is. Dat betekent maar één ding, jongen. Iemand heeft onze drone gestolen. Ik moet proberen mijn drone terug te halen. Ja, inderdaad. Whatever. Misschien moet ik ergens aanbellen. Misschien deze meneer het. Laat me even vragen. Hey, poes. Miauw. Nou, dat is ook weer een poesje. Meneer, heeft u toch al mijn drone gezien? Ja, klopt. Ik heb hem even mee naar binnen genomen. Hier. Je hebt je drone terug. Ik snap het, je hebt je drone ook waarschijnlijk nodig. Dus bij deze. Ah, kijk, dankjewel. Nou, dan gaan we ook wel even lekker verder. Damn, deze manier lijkt wel een beetje op de Brad. Vinden jullie niet? Damn it. Oké, we gaan verder rijden. En natuurlijk heb ik mijn drone nog steeds niet gevonden. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Papa, mag je even naar de speeltuin? Oh, ja, voor mij mag het, weet je. Die drone gaan we toch niet meer vinden. Ja, we hebben die drone, maar ik bedoel die Huggy Wuggy en zo. Nou, hier is een speeltuin. Dan weet je, ik ga er gewoon lekker vanaf rijden. Hoppakee. 3, 2, 1. Als goed is landen we hier zo. Mooi. Kijk, daar zijn we dan hoor. In de speeltuin. Kijk eens, jongen, jij mag even lekker spelen. Oh, dankjewel. Wat leuk. Ja, hè? Zo. Oh, wacht, wat doet hij daar? Help alsjeblieft! Oh, hey, wat is er gebeurd? Ik kan het je uitleggen, maar luister goed naar mijn verhaal. Mijn PlayStation 5 is gestolen! Oh, nee. En wie heeft het gedaan? Kun je een beetje beschrijven hoe die eruit ziet? Eentje was blauw en had enge tanden. En de andere was paars met een grote lach. Ik weet al wie het is. Huggy Wuggy en Catnap. Maar hoe weet je dat dan, Delano? Hold on a minute. Hoe weet je mijn naam? En even voor de duidelijkheid. Die Huggy Wuggy en Catnap, ja, ik heb ze zelf ook gezien net. Ze hebben net een paar mensen vermoord. Maar is bij je thuis gebeurd? Is het hier gebeurd? Het is serieus bij mijn thuis gebeurd. Je moet me helpen. Kun je alsjeblieft even kijken in mijn kamer? Misschien daar iets kunnen vinden of zo? Want het erge is, mijn moeder zei dat ze nog steeds in huis zitten, maar ze kan het niet vinden. Wacht, ze zijn nog steeds in je huis? Oké, dat betekent maar één ding. Dat ik erop afga. Oh my god, deze jongen heeft nog steeds die knuffels in zijn huis liggen. Wat is er voor iets vreselijks, zeg? Damn it. Oh, we gaan er gelijk op af. En anders gaan we misschien een idee moeten bedenken met de drone. Want we kunnen op zich wel die dingen lokken. Dat ik de drone even goed kan gebruiken om te filmen. Aar even kan doen. Misschien niet heel praktisch, maar daar gaat het even niet om. We gaan proberen een oplossing te vinden. Dus ik zie je weer bij het huis. Oké, dames en heren. Wij zijn bijna thuis aangekomen. Alleen is één ding wat ik wel even aan de kijkers wil vertellen. Even buiten deze opnames doen. Er is toch wel iets waar ik een beetje mee zit. Zoals jullie weten, Dally maakt best wel tijdje video's op. Alleen de laatste tijd merk ik dat Dally gewoon totaal niet meer bekeken wordt. Niemand ziet mijn video's meer. En weet ik wat allemaal. Ik denk dat ik weet hoe het komt. Het zijn de shorts. Ik heb ooit shorts gedaan. En ik denk dat het de domste keuze ooit is. Voor mij is het een beetje de twijfel. Ga ik überhaupt of verder met Dally of ga ik een nieuw kanaal beginnen? Dat laat ik in jullie achter, mensen. Wat denken jullie wat voor mij het beste is? Een nieuw kanaal beginnen of Dally gewoon doorpakken? Want ik merk Dally is tegenwoordig overrompeld door shorts. En daardoor is het kanaal dood. Het is echt extreem. YouTube, ik weet niet wat YouTube ermee heeft gedaan. Het zijn ook gewoon dode abonnees die gewoon niet meer kijken. Ja, ik bedoel niet dode abonnees, maar ja, dat vind ik wel jammer. Maar goed, we zijn dus thuis aangekomen bij die mevrouw. Hey mevrouw, er is iets gebeurd met de laptop of met cadeau voor de kinderen. Ja, dat klopt. Ik heb
zojuist een PlayStation 5 van mijn zoon gekocht. Maar die PlayStation is gewoon letterlijk gestolen. En ze zijn nog steeds in huis. Vreselijk dit. Ik ga even kijken, ja. Misschien dat ik iets kan vinden of zo. Oh my god. Wacht, ik ga eens even in de kelder kijken. Want daar moet normaal gesproken een PlayStation liggen van tante. En dan gaan we proberen die PlayStation terug te moeten vinden, man. Oh my god. Oké, laat ik hier even gaan kijken. En oké, ga eens even kijken of er iemand überhaupt is. Is er iemand? En hier moet die PlayStation normaal liggen, toch? Of ja, hier normaal wel. Oké, ik zie hier niemand liggen, maar het zal wel goed komen. Oké, daar is de stoel. Oké, laten we snel wegwezen hier zo. Oh my god, maar waar moeten ze dan zijn? Hoe kan het zo ver gekomen zijn? Laat ik er even vandoor gaan. Ik voel me helaas wel een beetje gedemotiveerd op dit moment. Mensen, jullie moeten mij de motivatie geven. Dat kan maar op één manier. Deze video's kijken. Deli Gaming ben er wel blij mee op zich. Alleen, ja, het is een beetje Deli toch. Maar goed, weet je, laten we instappen en even verder gaan zoeken. Maar Delane, wat nu dan? Ik moet een plan verzinnen hoe ik erachter kan komen. Ah, wacht. Ik ga proberen de val te lokken met een fake account. Misschien dat hij mij weer dingen wil toegeven of zo. Oké, dames en heren. Ik heb natuurlijk een idee. Ik ga een accountje aanmaken. Dus laat ik een fake account aangemaakt voor Kissy Missy. Want ja, als het goed is, is Kissy Missy nu onderweg naar huis toe. Want die wonen samen met Huggy Wuggy. Oké, laat ik even add een nieuw account doen. En deze gaan we dus gewoon Kissy Missy noemen. Weet je, dat want die heeft nog helemaal geen Instagram account. Dat vind ik heel mooi. Waarschijnlijk delen ze alles op Instagram samen. Dus dat maakt het natuurlijk extra mooi. Zo, dan maken we even registreren. En bam. Kijk, het account is aangemaakt. Het verschil is nu wel even dat ik een profielfoto moet instellen. Dus laat ik dat ook even gelijk gaan doen. Oké, en ik ga gewoon dezelfde als Huggy Wuggy. Want ja, eerlijk, ze zeggen we samen toch? En laat ik nu even Huggy Wuggy een berichtje sturen. Want eerlijk, laat even vragen waar Huggy Wuggy woont. Want ik ben zeg maar tussen uit mijn werk naar huis te gaan. En laat ik ook even volgen natuurlijk. Hey lieverd, waar ben jij op dit moment? Wat is je thuisadres ook alweer? Het staat niet meer in mijn navigatie. Eens even kijken wat hij erop gaat zeggen. Laat het antwoord gaan wachten. Huggy Wuggy heeft gereageerd. Schatje, hoe kan dat nou weer? Weet je het adres al steeds niet uit je hoofd? Oké, ik had wel kunnen verwachten dat hij ging zeggen. En ik zeg, nee, want ik rij altijd op navigatie. Dus tuurlijk weet ik dat niet. Toen kreeg ik een antwoord, stommerik dat je bent. Het adres is Los Angeles van Kasteellaan 211. Oké, dankjewel. Nou, laten we zo eens even met de drone een beetje gaan bespioneren. Volgens mij is dat dat huis? Wat? Ik sta gewoon letterlijk voor. Ben ik toch goed gereden dus. Ik had al zo'n voorgevoel. Oké, het gaat waarschijnlijk helemaal niet lang duren voordat Huggy... Oké, daar komt Kissy Missy aan als het goed is. Is dat... Ja, dat is er. Dat is Kissy Missy. Oh my god. Ik hoop niet dat ze me gezien heeft, maar ze is lekker aan het rijden. En ze komt als het goed is zo thuis aan. Wacht, dan is dit het huis toch? Dan gaat ze auto waarschijnlijk eerst wegzetten en dan gaat ze dus naar binnen toe. Nou, daar komt dat even mooi uit. Oké, duidelijk. Die is even een rondje aan het draaien. Hartstikke mooi. En laat ik nu even mijn drone even gaan installeren. Oké, let's go. Oké, daar komt hij. Dan gaan we eens even kijken wat er nou precies aan de hand is. Oké, want ik heb een mooi fake accountje aangemaakt. En ik hoop dat hij is gewoon keihard tegentrapt. Hij heeft gewoon letterlijk zijn adres gegeven. Dat moest ik ook hebben. Ik wil weten waar Huggy Wuggy woont. Oké, zijn auto ligt daar in ieder geval. Dat is heel fijn. Oké, laat ik even verder gaan kijken hoor. Als het goed is. Ah, daar zijn ze. Daar zitten ze zo binnen. Oké, laat ik even gaan kijken wat ze aan het bespreken zijn. Oké, laat ik even de drone iets dichterbij komen. En eens even kijken. Ah, daar zo. Oké, even iets dichterbij, want dan kan ik even luisteren wat ze te zeggen hebben. Mooi. Oké, daar zijn we dan hoor. Zo schat, daar ben ik dan. Zeg, waarom vraag je nou waar ik ook alweer woon? Je weet toch donders goed waar ik zit? Hé, ik weet niet waar je het over hebt. Oh, dat weet je wel. Doe nou niet alsof je dom bent. Maar ik ben helemaal niet dom. En hé, kijk eens. Daar ligt de PlayStation. Maar nogmaals, waarom heb je dan gevraagd dan waar ik dan woon? Want je weet toch donders goed aan mijn eigen huis. Je woont hier al 15 jaar. Waar zijn je hersenen of zo? Ik heb niks gezegd. Nogmaals, ik wist echt waar ik woon. Ik rijd er al jaren zonder navigatie. Wat denk je zelf? Dat moet de een of andere stomme grapjas zijn. Nou, wacht eens even. Wat doet die drone daar? Gelijk erachteraan. Ik ben er klaar mee. Wat deed dit te betekenen? Wat is die drone? Hè? Wat doet dat hier? Oh my god. Nee. Oké, zit dus achter de drone aan. Snel terugvliegen. Snel. Oké, snel even naar mij toe vliegen hoor. Oh my god. Daar gaan we dan hoor. Oké, moet snel wegwezen voordat hij erachter komt en erachter zit. Oké, mooi. Oké, nu snel wegwezen. Oké, moet even een auto pakken. Oh my god. Ik ben lekker weggekomen hiermee. Laat ik even mijn auto pakken. Zo, Delane, heb je het mooi gedaan. Ja, laten we snel naar onze kampeerplaats gaan. Want eerlijk, we moeten wel even kamperen. Want om helemaal naar huis te rijden ben ik veel te lang onderweg. En dan is er weer de volgende dag bijna. Dus ik ga even lekker kamperen. Maar voordat ik dat ga doen, is proberen die PlayStation eerst te stelen. Want ik zie de PlayStation daar liggen. Die moet ik proberen terug te roven. Als goed is Huggy Wuggy nu afgeleid. En dat is wel misschien mooi. Misschien beter ook dat hij achter de drone zit. Want dat betekent dat hij de deur uit is. Dit was wel even erg geslaagd, man. Hè? Zie Huggy Wuggy gaan. Oké, die hebben we mooi niet gezien. Komt dat even goed uit? Laat ik even de auto neerzetten. Als het goed is, Kissy Missy wel thuis. Dus we moeten het voorzichtig doen, man. Oh my god. Oké, shh. We gaan stiekem naar binnen toe. Wacht, ik heb mezelf voelen als een vriend van Huggy Wuggy. Ik ga vragen of de PlayStation even kan lenen. En dat gezegd, ja, ik heb gewoon gezegd dat de PlayStation mag lenen. Oké, daar is Kissy Missy, hè? Hey Kissy Missy. Hé, wie ben jij nou weer? Hoe kom je hier binnen? Hey, luister. Mijn naam is Bart. En ik wil namelijk even graag een PlayStation lenen. Ik heb even met je man even overlegd, Huggy Wuggy. Ik heb even een bericht sturen. Hoeft niet hoor. Nee. Ik heb met hem al gesproken en hij vindt het ook oké. Oké, nee, dat is goed. Neem maar mee. En ja, hij ziet vanzelf een voorschijn komen. Dan ga ik even zeggen dat hij langs ben geweest, ja? Okidoki, helemaal goed. Dankjewel, hè. Doei, doei. Nou, oké, we hebben hier in ieder geval de PlayStation mee. Zij is echt stom. Zij is echt super dom. Dat maakt het dus even extra leuk, toch? Maar ik moet niet hopen dat Huggy Wuggy ineens thuis aan kon gelopen. Dus laten we snel even wegwezen. Maar ja, waarschijnlijk is Huggy Wuggy nog steeds achteraan te rennen. Dus let's zeggen dat, hè. Dus ja. Oké, jongen, we hebben de PlayStation. Ah, wat fijn. Die gaan we zo morgen even terugbrengen. Maar we gaan eerst even lekker kamperen, want ik ben echt moe, man. Ja, ik ook eigenlijk wel. Dus weet je, laat dat eerst even doen. Nou, jongen, we zijn dus bijna aangekomen bij onze campplek. En ja, ik denk dat het hoogst tijd om even lekker te kamperen. Heb je dat al vaker gedaan?
in het bos. Ik niet. Ik ook niet. Daar kom ik voor je uit voor de eerste keer dan, hè? Nou, laat ik even al mijn spullen gaan pakken. En eens even kijken hoor. Nou, ik heb in ieder geval de PlayStation hier even verstoppen. Want ja, dat past niet in de tent. Net niet. Dus ik ga lekker slapen. En ja, jij gaat ook zo lekker slapen, toch? Ja, het is helemaal goed. Ja, ik blijf trouwens wel in de auto slapen. Oh ja, als je dat liever wilt, vind ik helemaal goed. Ja, het staat op duim voor jou. Maar wat je zelf wilt. Hé, wilt rusten? Wilt rusten? Daddy en Tim zijn lekker aan het slapen. Wat ze niet weten is dat Hucky Wucky de berg op aan het beklimmen is. Zo, het is tijd om ze mee te nemen. Oké, en daar is de PlayStation. Laat ik die PlayStation pakken en even in de auto doen. Eens even kijken hoor. Ach, het zoontje van Daddy ligt in de auto. En Daddy ligt waarschijnlijk in de tent. Ik ga de PlayStation meenemen en ermee vandoor. Daar is de auto. Oké, shh. Oké, we gaan snel vandoor. Hallo jongeman. Hé, wat dit te betekenen? Help! Alsjeblieft, papa, help! Daar ben je mooi te laat voor. Oh, een hele goede morgen. Damn, ik ben wel een beetje moe. Maar ja, eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit. Laat ik even de fiets gaan pakken en even gaan fietsen. Want waar is mijn auto trouwens gebleven? En Tim, ben jij er? Tim? Tim! Oh nee, Tim reageert niet eens meer. Waar zou Tim nog gebleven moeten zijn? Oh my god, misschien heb ik een bericht gehad of zo. Ik weet niet, ik ga even mijn telefoon kijken. Oh, even op mijn Instagram kijken, maat. Oké, even mijn eigen account inloggen. En hey Delano, met Tim hier op het account van Huggy Wuggy. Je moet snel naar de fietseria van Finance and Freddy's komen. Het is noodzakelijk. Ik ben gekidnapt. Oké, ik denk dat het een goed idee is dat we er even naartoe gaan, man. Oh my freaking god, Tim is gewoon gekidnapt, bro. Oh nee. Oké, dat betekent maar één ding. We gaan er gelijk op af. Oké, we zijn dus aangekomen bij de pizzeria van Finance and Freddy's. En daar moeten we naar binnen. Maar waarom hier eigenlijk überhaupt? Dat snap ik ook niet helemaal. Maar ja, misschien is er wel meer wat ik niet begrijp. Maar goed, hier moet het dan zijn. Oké, waar is Tim dan eigenlijk? Want ik weet niet waar Tim dan moet zitten. Maar hier heb ik in ieder geval de mooie zaal van Finance and Freddy's. Ja, dat kennen we ondertussen wel. Maar dat moet het sowieso niet zijn. Oké, misschien dat Tim hier of zo zit. Tim, ben je toevallig? Tim. En ik moet ook even weten waar die PlayStation is. Tim, ik ben hier. Kom eraan. Oké, Tim, kom eruit, zou ik zeggen. Oké, fijn. Oh, en wacht, Huggy Wuggy hoort daar niet. Oh nee, dat meen je niet. Hij gaat me gewoon aanvallen. Wat? Au, hey! Ah nee! Oh nee! Oh, ik moet opstaan, man. Oh my freaking god. Oké, hier hebben we er eentje. Ah, zo, hier. Bam, dat gaan we niet doen naar Huggy Wuggy. Wat denk je waar we niet bezig mee te zijn? Stommerik. En daar is de PlayStation. Oké, die moeten we meenemen. Top. Zo. Oh, die ga ik even mijn inventory stoppen zo. Zo, dat gaan we niet doen, Huggy Wuggy. Even in een hoekje drijven. Dit is wat we met jou doen. Je mag dat wel lang zijn, maar ik ben sterker. Dat heb je wel gezien, hè? Zo, hoppa. Oké, snel PlayStation meenemen en naar buiten toe. Tim, kom eraan. Ik kom. Mooi. Oh, we moeten wegwezen hier zo. Wat een verschrikking dit ook. Wow, yo. Kom, Tim, laten we snel weggaan. Ik kom eraan. Mooi. Oké, we moeten hier echt heel snel wegwezen. Het is nu tijd om naar het huis van die jongen te gaan en de PlayStation terug te geven. Klinkt als een goed idee. Dan gaan we eens even kijken hoe alles een beetje in orde is. Want wat is er allemaal gebeurd dan? Ja, ik zweer het je. Die Huggy Wuggy pakt ineens de auto van jou en die rent ermee vandoor. Had je autosleutel gestolen. Hij wist dat hij erachter zat. Oh nee. Dan heeft Kissy Missy waarschijnlijk alles verteld. Ah, oh, maar ja, hij kan nog niet achterlijk zijn, toch? Laten we eerlijk zijn. Of misschien heeft hij me wel getrackt. Dat kan ook wel. Omdat ik natuurlijk locatie verstuur op het moment als ik een bericht stuur naar Huggy Wuggy. Dus heb je een locatie daar weten te bemachtigen waar ik dus was. Oké, mooi. Mooi, ja. Nee, ja, mooi. Nee, is het niet. Nee, oké, je hebt wel gelijk. Weet je wat? We gaan even naar die huis toe, want we moeten even die andere ook even redden, die jongen. Dus komt goed. Oké, mensen, we zijn dus bijna bij het huis aangekomen waar het vorige keer ook was. Vorige keer was het toch, ja, ik weet niet wat er aan de hand was, maar nu is het tijd om een vraag te nemen, man. Blijf zitten, ja? Oké, ga ik doen. Oké, ik ga even gauw naar binnen toe. Ik wil weten wat er aan de hand is. Oh my god. Eens even kijken, hoor. En wacht, nee, dat meen je niet. Dante is neer. Of ja, ik weet niet hoe die gast heeft voor mij Dante. Oh nee, dit meen je niet. Hoe moet ik dit fixen? Oké, we gaan hier naar buiten toe. Ja, top. En wacht, ben je heel serieus? Die catnap staat er, hè? Ik zie catnap al staan. Catnap, ik ga je pakken, vriend. Die gaan we niet laten gebeuren, hè? Oh nee, dat meen je niet. Catnap gaat achter me aan. Oké, die gaan we niet doen. Oh nee, stop. Stop. Hier. Ah nee. Oh nee. Ik zweer het je. Ik krijg hem niet geraakt. Oké, we gaan hem even proberen te trappen. Ja, mooi. Oké, nu steken. Hoppa. Nee, steken. Hoppa, mooi. Zo, dit is wat we met jou doen, hè? Catnap. Zo, hoppa. Hier gaan we niet accepteren. Hoppakee. En dit is wat we met catnap doen. Hé, wat doet mijn zoontje dan weer? Waarom staat hij dan weer in bij een vreemde? Wat heeft dit te betekenen? Oh nee, het betekent maar één ding. Hij gaat er vandoor. Oh nee, ik zweer het je snel de drone erbij te pakken. We moeten een drone bijpakken. Oh, ik kan niet eens typen, man. Ik heb gewoon type 1. Dat is niet de bedoeling. Alsjeblieft, zeg. We moeten die auto volgen. Ik zweer het je. Oké, waar gaat die auto helemaal naartoe? Hij is nu daar zo. Oh my god. Ik moet weten waar die auto naartoe gaat. Ik moet het weten. Daarom hebben we de drone erbij gepakt. Om te kijken waar die überhaupt aan het uithangen is. Oh, en nee, niet in de drone. Oh, we zitten bijna in de boom. Dat is niet de bedoeling. Oké, hij gaat dus hier doorheen. Dat is mooi. We kunnen even deze auto mooi volgen. Want ik weet oprecht niet waar die naartoe gaat. Maar het ziet er niet best uit. Oké, hij is tot nu toe daar aan het rijden. En laten we verder gaan volgen met de drone. Want, dat is wel echt handig, man. Zo'n drone. Je kunt... Oh, hij is kapot snel. Maar goed, oh, mijn signaal begint een beetje te verliezen. Welke kant gaat hij voor? Maar gaat hij richting de McDonald's of niet? Oké, het ziet er nou uit dat hij naar de Mac gaat. Dus weet je, ik denk dat we wel een beetje een klein beeld hebben waar we naartoe moeten lopen. Wij moeten gewoon naar de Mac. Signaal verloren. Maar fijn dat we in ieder geval een stukje kunnen volgen. Oh, had ik maar gewoon een drone die gewoon oneindig signaal had. Dan had ik hem precies kunnen zien waar die was. Maar weet je wat, mensen? Ik ga naar de Mac toe. En dan zijn we dus aangekomen bij de McDonald's. Wij gaan even lekker naar binnen toe. Om even een burgertje te nemen. Maar niet alleen dat. Ik wil even weten waar die auto is. Want ik heb het idee. Wacht. Zijn dat deze jongens die misschien mijn auto hebben gepakt? Eetje, hoe was het met die chick gisteren dan? Ja, het was echt goede avond, man. Ik zweer jou, het was echt een hele goede avond. Oh, echt? Wat heb je me daar gedaan dan? Ga ik jou niet vertellen, vriend.
Maar in ieder geval was ik maar zo rijk als haar, want ze had me wel geskipt, bro. Hoezo dat dan? Omdat ik aankwam met een Citroën C1, bro. Ze van Audi A8 of zo. Die moet ik er eens stelen. Audi R8, dat klinkt als mijn auto. Hé, hey, waarom jullie mijn Audi R8 gestolen dan, hè? Kerel, waar heb jij het over, vriend? Doe even normaal dan of zo, hè? Je zoekt het probleem of zo. Audi R8 is mijn auto, toevallig is die net gestolen. Ja, dat is niet mijn probleem, vriend. Je gaat problemen krijgen met mij. Oh man, ben je serieus? Oh, jullie gaan... Oh, nee. Oh, pas op. Dit gaan we niet toelaten, vrienden. Oh my god, dit meen je niet. Hoppa, allebei liggen hier op. Bam, liggen jullie. Stoppen ermee. Stom gedrag van jullie, echt waar. Oh, en jij ook. Allemaal neer. Hoppa, ik ga je allemaal raken. Hier, boom. Ah, nee. Oh, stop jij, hè? Wat denk je wel niet mee bezig te zijn? Een beetje me aanvallen. Ben je maar verloren? Oh my god, wat een sukkel dit. Het is een beetje een gekke ruimte geworden hier zo. Ik zit ook een beetje onder. Oh, ik ben flink raar, man. Meneer, zou ik alsjeblieft een happy meal mogen? Zo, ging een beetje aardig flikker toe, vriend. Nou en of. En wat doet Hucky Wucky daar in de keuken? Ah joh, hij is lekker aan het dansen. Laat het gaan. Nou, oké, maar dank je voor de happy meal. Hey, doei, doei. Oh my god, ik zweer het je. Ik moet mijn auto proberen terug te vinden. Waar kan die eventueel zijn? Wacht, ik weet eventueel waar Catnap woont. Laten we even kijken waar Catnap precies zit. Want zijn huis is best wel goed beveiligd. Maar het staat overal op internet waar hij woont. Wat een sukkel is het ook. Laten we gaan even naartoe gaan. Het mag dan wel een stukje lopen zijn geweest, maar hé, hey, ik ga eens even kijken of ik naar binnen zou mogen komen. Oh my freaking god. Alleen moeten we wel een beetje uitkijken, ze hebben namelijk wapens. Meneer, zou ik alsjeblieft naar binnen mogen? Wie ben jij? Mijn naam is Arjan. Nee, opzouten nu. Oh, dit meen je niet. Dit gaan we mooi niet doen. Hier, pak het aan dan, hè. Oké, daar heb ik niet voor de wapens. Mooi, pistooltje erbij. Oh nee, dat meen je, we hebben gewoon letterlijk ruzie met ze. Oh, ze schieten gewoon door de muren heen, wat? Oh nee, dat meen je niet. Oh, hoe kan dat nou weer? Hoe kunnen ze overal doorheen schieten? Stoppen jullie allemaal. Hoppa, jij gaat neer. Jij gaat neer? Oh. Oké, we moeten proberen wapens een beetje te besparen. Oh nee, ik word flink geraakt hier zo. Ze schieten ook gewoon overal doorheen. Jij gaat neer, vriend. En waar komt dit vandaan? Hoe kunnen ze door de muren heen schieten? Hoe? Oh my god, dit meen je niet. Waar komt die laatste? Oh, daar zo, hè? Zo, bam. Jij gaat liggen. Zo, ik hoop dat we iedereen hebben gehad. Oh man, ik ben flink raar, man. Oh, ik heb echt pijn. Maar wacht eens even. Daar is Catnap. Oh, hij mag me niet zien. Oké, laat ik even proberen zijn autosleutels te pakken. Het ligt als het goed is hier zo. Want ik moet proberen die auto van hem te stelen. Als hij mijn auto steelt, ga ik die van hem pakken. Daar zijn de sleutels dan. Weet je, laat ik snel naar buiten gaan. Even naar de auto gaan. Catnap is lekker het water. En ik hoop dat hij niks heeft gezien. Maar ja, waarschijnlijk heeft hij niks gehoord. Want het is namelijk geïsoleerd glas. Maar damn, heel deze ruimte zit er maar onder, joh. Maar nog steeds, mensen, heb ik een vraag aan jullie. Zoals jullie weten, speel een tijdje GTA. Maar wat is er veranderd aan dezezelfde map? Er is zeker wel wat veranderd. Maar wat zien jullie namelijk anders? Wat heb ik anders gedaan? Wat heb ik voor gezorgd. Laat even achter in de comments als je het weet. Maar goed, laat even rijden en ik zweer het je, het was net echt een bloedbad geworden. En dat is echt geen pretje. Maar ja, zoals ik al zei, het kan gebeuren. Overkomt het beste maar toch? En ik zit in de boom. Oké, laten we nu gewoon lekker een stukje gaan rijden. Ik denk dat het een verstandig idee is. Maar we moeten zo snel mogelijk naar huis toe, man. Ik zweer het je. Ik zit in een mooie groene Lamborghini. En wat een mooie auto is dit ook. We gaan even lekker extra veel gas geven, maat. En laat ik even gaan pronken bij mijn ouders hiermee. Eerlijk, ik denk dat ze. Ja, we gaan zoals eigenlijk zeggen als ik heb een nieuwe auto gekocht en ze zien dit. Een Lamborghini. We zitten gewoon op de 9e tour. Wow, we zitten echt kapot snel, hè? Ik ga gewoon een nieuwe auto laten zien aan papa. Wat denkt hij daarvan? In ieder geval komen we bijna thuis aan. En waar is het ook alweer in mijn eigen huis? Ben ik nou echt zo scheef? Maar laat ik hier even lekker binnen door gaan rijden. En we zijn dus bijna met thuis aangekomen. En wauw, dit blijft ook altijd een mooi park hoor. Dat watergebouw. Ja, fantastisch. Het is fantastico. En hier is mijn huisje. Oké, we zijn dus weer helemaal thuis aangekomen. Helemaal knetta. En laat ik even gaan parkeren. Wat ik niet echt heel goed kan. Oké, daar heb ik het neergezet hoor. Ik heb mijn vader mijn nieuwe auto laten zien. Ik denk dat het een goed idee is. Papi, ik ben weer thuis aangekomen. Mami, ik ben ook weer thuis. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Alweer, hoe kom je aan de geld dan? Ja, mijn YouTube money is toch. Je weet hoe mijn YouTube kanaal gaat. Nou, Deli niet. De game gaat niet goed. Maar Lil Del gaat fantastisch, jongen. Ik zweer het je. Lil Del pakt heel veel views deze dagen. Waardoor ik dat gekund. Ik geloof er me niks van. Laat maar eens zien. Oké, kom maar kijken. Ik heb in mijn garage gelegd, papa. Nou, leuk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe je auto eruit ziet. Dat snap ik. Want het is ook een mooie auto ook. Kom, volg me even, zou ik zeggen. We zijn er weer bijna. En hierop moet het zijn. 3, 2, 1. Tada! Daar is het dan hoor. Ja, vast. Deze auto heb je al veel langer. Ik ga weer terug. Wat een onzin dit. Oh man, hoezo gelooft hij daar nou weer niks van? Ik zweer het je. Oké, laten we even eruit gaan. Pa, ik ga er weer vandoor. Is goed. Veel succes in die zogenaamde Lambo van je. Whatever. Ik ga er wel vandoor, man. Ik zweer het je. Wat een irritant gedrag dit. Via de voordeur eruit. Ik denk dat het beste is. Toch, dus laat ik even gaan kijken. Hallo, Delano. En wat doe jij hier, Catnap? Ik kan de Lamborghini weer meenemen, hè? Vind je dat goed? Wacht, die laat hem gewoon letterlijk hier staan. Delano, kom lekker meespelen in het doolhof. Je hebt een goed spelletje gespeeld. Je auto staat weer terug. Maar ik wil de Lambo weer meenemen. Oké, nee, is goed. Ik kom hem vanavond joinen met doolhof. Maar wie doet er eigenlijk mee dan? Je twee kinderen. Met twee kinderen? Oké, nou fijn. Laten we dat gaan doen, toch? Oké, dan zie ik je vanavond. Oké, doei, doei. Nou, die is weer vandoor. Dus hij kwam zo'n Lambo ophalen en mijn auto terugbrengen. Dat vind ik nog eens lief. Nou, fijn. Dan heb ik niet van mijn auto weer terug. Goed, laat ik even naar de plek gaan, want we gaan vanavond spelen. Dus komt goed. Laat ik even sowieso gas geven. Ik zweer het je. We gaan pas sowieso om 3 uur beginnen. Want eerlijk, het is wel een beetje laat het worden nu, maar ik ben absoluut nog niet moe. Maar het is wel tijd om gas te geven om naar die plek te gaan. Ik denk dat dat een heel verstandig idee is. Dat is zeker niet onverstandig, jongens. En kijk eens hoe snel we zijn. We vliegen gewoon overal heen. Zie je het? We vliegen gewoon letterlijk door de hele stad heen. Wauw, wat cool dit. Maar het begint al zelfs avond te worden. Het is al gewoon kapot donker op dit moment. Oh my god. Maar als het goed is, zijn we helemaal niet ver van het dorp verwijderd. Dus laten we hier zo eventjes doorheen gaan. En ik denk dat het sowieso het beste is. Oké, even kijken. Want ik
kunnen hier dus via het sanatorium naar binnen toe. En laat hier even lekker omhoog rijden. Ik denk dat het sowieso een heel goed idee is. Dus laat het even gaan doen. En hier moet het dan zijn hoor. Oké, we gaan echt mooi niet stoppen van. Ben jij helemaal gek geworden? Oké, en eens even kijken wat ik hierboven kan verwachten. Ah, damn, het ziet er wel heel nice uit. Maar hier moet het dus verstoppertje spelen. I think so. Ik moet wel even een lampje gaan fixen. Want zonder zaklamp zie ik helemaal geen snars van mijn ogen. En dames en heren, we zijn dus helemaal boven aangekomen. Oh my god. En daar is Vice City aan de overkant. Maar we hoeven niet naar Vice City. Dat scheelt natuurlijk weer. We gaan even over auto neerzetten. En we gaan eens even kijken wat de spelregels zullen zijn. Ik heb even een lampje bijgepakt. Want mocht het donker worden, kan ik niet van hier iets zien. Weet je, dat vind ik wel fijn. Maar goed, hier moet het dan zijn, hè? Oké, dus we moeten met hun verstoppertje gaan spelen. Met mijn kind. Ja, natuurlijk. Hallo, goedenavond. Hoe is het met jullie? Ik ben eraan gekomen hoor. Mooi. Hey, ik ben Kissy Missy hier. We gaan lekker samen verstoppertje spelen. Ik kan de spelregels niet uitleggen, maar dat doe ik Catnap. De spelregels gaan als volgt. Wij mogen 20 seconden tellen en jullie mogen 20 seconden verstoppen. Op het moment dat het 20 seconden al zijn, gaan we weer beginnen met zoeken. Is dat duidelijk? Nee, ik ben Hucky Wucky en hij heeft wel gelijk. Nee, dat is duidelijk. Alleen ik heb een vraagje. Hoezo heeft iedereen een wapen vast? Ik had een koevert vast, omdat, ja, dat ga ik je niet vertellen. Maar ik moest namelijk geld hebben namelijk. Oké, helder. En Catnap, waarom jij? Bro, het is winter en de energieprijzen zijn zo duur dat ik hout nodig had. Dus ik moest hout kappen. Helder, helder. En jij, Kissy Missy? Home run! Ja, mensen, ik ben serieus honkbo player. Ah, oké. Weet je, laten we gaan beginnen en laten we ons gaan verstoppen. 1, 2, 3, 4. Oké, we zijn lekker aan het stoppen. En oh my god, ik zweer het je. Laten we gewoon proberen een stopplek te vinden. Laten we ook een beetje onze drone gebruiken om even te kijken waar ze überhaupt aan het uithangen zijn. Oké, daar zijn die andere twee. Ze blijven allemaal een beetje in de rechterflank zitten. We moeten wel een beetje verdeeld zijn natuurlijk. Maar ja, het is een doolhof. En op zich kun je er best wel goed verstoppen. Laat ik hier even doolhof in rijden en even kijken hoor. Waar ga ik me verstoppen? Ik denk dat dit wel een hele goede verstopplek is. Oké, ik ga me hier verstoppen. Of nee, ik ga me lekker hier verstoppen. Ik denk dat het een goed idee is. Laat ik even mijn drone erbij pakken. Even kijken waar die rest ook allemaal uithangen is. Want ik vind het op zich wel interessant. Oké, dus dit is onze drone. Oké, en eens even kijken hoor. Ik weet niet of ik iedereen kan zien nu, maar met een drone is wel handig om mensen te vinden. Oké, die andere drie zijn dus normaal hier zo. Oh my god. Ik ga eens even kijken wie gaat zoeken. Maar die zijn dus letterlijk hier nog aan het tellen. Wow. Oké, dat is handig om te weten. Fijn. We kunnen echt super ver inzoomen. Besef. Dit is als op z'n verst ingezoomd is. En dit is als hij niet ingezoomd is. Oké, en ze komen eraan hoor. Oh my god. Oké, dat is op zich wel handig om te weten. Dan weten we ook dat ze aan het zoeken zijn. Maar wie gaat wie zoeken? Oké, Catnap komt dus deze kant op. Kissy Missy en Hucky Wucky kunnen het allebei dolf in. Oké, ik denk dat deze drone beter weg kunnen doen. Oké, voordat hij op mij gaat zoeken. Oké, snel wegwezen hier. Maar als het goed is, continu om me afgerend. En we moeten proberen te ontsnappen. Want anders hebben we echt een probleem. En ja, ik voel serieus wel een beetje de druk opgevoerd worden. Oké, snel. Laten we niet schrikken van Catnap. Dan is een probleem. Oké, eens even kijken. Hier zo. En dan zo. Oké, ik hoop dat ik nu goed zit. Want ik meen het. Oké, volgens mij wel, toch? Oké, ik hoop dat ik hier goed zit. Oké, ja. Volgens mij ziet dit er goed uit. Oh nee. Het is doodlopend. Nee. Oké, we moeten uitkijken voor Catnap. Oh nee. Oké, niet achterom kijken. Oké, hij is nog niet. Gelukkig maar. Oké, even kijken waar die wel zit. Oké, eens even zien hoor. Ook hier niet. Oh, hij is daar zo. Daar is Catnap. Oh, pas op. Oké, snel. We moeten de buurtvrije paal pakken. Oh nee. Ja. We zijn sneller. Oké, 3, 2, 1. Buurtvrij. Haha, ik heb gewonnen. Catnap. Maar wat ben jij nou weer? Wat is Catnap weer aan het uithangen? Eens even kijken hoor. Kan ik Catnap hier überhaupt zien via waar? Oh, daar is hij ineens. Wat doet hij daar nou? Hè? Wat heeft het betekenen? Oh, ik vertrouw niet. Catnap, wat ga je doen? Hey, au. Hey, ga je serieus vechten? Ik dacht je bent lief tegen mij. Hè? Dat meen je niet. Dat leek me zo, hè? Nee, Catnap, dit is niet leuk. Au, oh, snap. Ik dacht dat we serieus. Ah, nee. Ik kan nog niet raken hier. Zo, bam. Hier, deze kun je krijgen van mij. Hier, 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Oké, laten we de rest even gaan zoeken. Want ik denk dat het sowieso een verstandig idee is. Laat ik even kijken waar de eerste zit. Ja, ik ga even een beetje vals spelen. Pak de drone erbij en we gaan kijken. Oké, de eerste zit namelijk. Een wat? Hucky Wucky heeft haar te pakken genomen. En waar zit die andere? Oké, we moeten even kijken waar die andere zit. Want ik denk dat dat wel even handig is om te weten. Want we moeten toch wel even weten waar we aan toe zijn. En no way. Kissy Missy. We moeten ze proberen er gelijk korter te maken. Want ik zweer. Ik ga ze maar korter maar te maken nu. Hoe is het ook mogelijk? Oh, we moeten een beetje uitkijken hier. Het is gewoon kapot donker hier. We moeten even voorzichtig zijn. Nee. Maar hoe is het überhaupt mogelijk? Dat dit gebeurt. Ik hoor hem. Ik zweer het je. Oké, en hier moet het ergens zijn zeker, hè? Achter die struik. Oké, we gaan even gauw kijken wie erachter zit. Kijk, ik had hier niet kunnen binnenkomen. En dat is Hucky Wucky. Dit gaan we mooi niet laten doen, hè, Hucky Wucky. Hey, stommerik dat je bent. Oh, je hebt geluk gehad. Bam, hier. Deze kun je krijgen voor mij. Zo. Oh, Hucky Wucky is in ieder geval mooi te pakken genomen. Laat even doorgaan naar Kissy Missy. Want ik weet dat Kissy Missy namelijk een stuk verderop zit. Ja, gelukkig heb ik daar mijn drone voor mijn vals te zien. Misschien wel goed dat ik hem heb gebruikt. Anders had ik het namelijk nooit geweten. Maar volgens mij zit hier Kissy Missy, ja? En ja, natuurlijk. Jij bent ook stom, Kissy Missy. Bam. Deze kun je krijgen voor mij. Zo. Oh, we hebben in ieder geval iedereen gevonden. Wij zijn aangekomen bij familie Jansen. En het begint allemaal in dit huis. De familie is lekker aan het dansen. Yay, joppie, ik heb er heel veel zin in. Wauw, dit feest is echt awesome, man. Ja, inderdaad, ook ik ben hier aan het genieten. En ik ook, dit is echt super cool.
Joe de deur wel gaat. Laat ik even gaan kijken. Zij besloten om te gaan kijken wie er voor de deur staat. Maar eenmaal bij de deur aangekomen de deur open te doen, zien ze namelijk een hele rare kat voor de deur staan. Maar wie zal deze kat eigenlijk zijn? De kat besloot om naar binnen te gaan en dus vervolgens naar de woonkamer te gaan. Om te kijken wat er nou precies gebeurt. Maar wat doet die kat er eigenlijk? Yo man, wat zie jij er apart uit? Wat heb je een leuk kostuum aangetrokken, man? Kom lekker gezellig mee feesten. Ja, doe lekker mee, dat is super gezellig. Inderdaad. Maar Catnap blijft doodleuk stilstaan en hij begint dus heel even vloek te kijken. Zeg, ga je nog mee feesten of niet? Maar Catnap blijft dus helemaal niets te zeggen. Terwijl iedereen lekker aan het feesten is, besluit Catnap ineens iets te doen. Namelijk traangas te gooien en niet iedereen is daar even blij mee. En terwijl iedereen aan het neerleggen is, ziet het er niet echt bepaald best uit. Niemand heeft het overleefd, behalve Catnap. Waarom zou je dit hebben gedaan? Oei, dit zag er echt niet best uit voor Catnap. Maar voordat wij verder gaan met het verhaal, like even deze video. Abonneer je kanaal met belletje aan, want zelfs Catnap heeft deze video geliked. Als je het niet doet, komt hij achter je aan. Toch Catnap? Dat dacht ik ook al. Ik hoop dat je alles hebt gevolgd en als je meer het verhaal achter wilt, laten we lekker verder gaan met de video. Welkom bij het Fame or Shame journaal. Wij presenteren u vandaag het nieuws over de volgende dingen. Vanaf vandaag zijn de Catnap knuffel te koop. Ze zullen vandaag in alle supermarkten liggen. Maar let op, deze good release 21 euro. En ook ik heb er eentje gekocht voor mijn zoontje. Het volgende nieuwtje gaat over de Face Student. Er zijn maar liefst 5 doden. De reden hiervan is onbekend. Maar mijn collega Caroline en de officer zijn eens aan het onderzoeken wat er nou precies gebeurd is. Hoe is het daar, Caroline? Dankjewel Bart, ik neem het even van je over. Zoals je kon zien, zijn er vanochtend 2 politieauto's hier gearriveerd. De agenten zelf zijn er binnen toe om alles te onderzoeken. Hier was gisteren een groot feestje gegeven, maar tijdens het feestje zijn ze dus allemaal neergevallen. Wat de aanleiding van het incident is, dat is niet duidelijk. Ze zijn dus het huis aan het onderzoeken, om te kijken wat er aan de hand is. En of ze DNA-sporen kunnen vinden. Maar deze mensen hebben dit helaas niet gered. Dankjewel Caroline, en nu het weer. Vandaag wordt het maar liefst 21 graden met bewolking. Het is een kleine kans op buien, net als dit kan 4. De rest van de week wordt het erg zonnig met 30 graden. Dan was dit het nieuws voor vandaag. En als je op de hoogte wil blijven, check dan onze social media kanalen. En dan zie ik je later terug bij een nieuwe nieuwsuitzending. Nou, dat was het dan. Was een hele leuke nieuwsuitzending hoor. Damn it. Wel de informatie wat ik moest vertellen. Tjonge, jonge, jonge. Ik heb mijn vorm kleien. Collega, get my shoes te verhelpen. Oh wauw, Catnap, dat is een superleuke knuffel. Papa, zou ik het alsjeblieft mogen kopen? Heb je al niet genoeg knuffels, jongeman? Wacht, ik even laten zien wat ik heb. Mensen, ik ga nu naar mijn kamer toe. Want ik heb echt een super duper leuke knuffel. 1, 2, en kijk eens, tadaa. Dit is bijvoorbeeld een knuffel. Genaamd Huggy Wuggy. En hij is geweldig. Maar waarschijnlijk wil Huggy Wuggy er een nieuw vriendje bij. Papa, Huggy Wuggy wil er graag een nieuw vriendje bij. Zou het alsjeblieft mogen? Nee, ik ben hier niet over te spreken. Alsjeblieft, het nieuws. Heb je het wel gezien? Heb je gezien wat met het gezin is gebeurd? Ja, dus dat heeft niks met mij te maken. Maar alsjeblieft, doe het nou. Weet je wat? Vooruit dan maar. Papa en Tobias besluiten om naar de auto te gaan lopen om vervolgens naar de volgende locatie te rijden. Wees blij dat zo'n lieve papa was ik, want niet iedereen zal het doen hoor. Ik ben je super dankbaar, papa. Onthoud wel dat het je eerste en je laatste cadeau is van dit jaar, want ik zweer het je, je gaat niks meer voor kerst krijgen. Maakt niet uit, ik ben hier al super blij mee. Laten we samen naar binnen gaan. Oké, whatever. Meneer, ik heb namelijk een vraagje. Heb jij die catnapknuffels nog? Het spijt me zeer, jongeman, maar ik heb ze echt niet meer. Alles is uitverkocht. Deze zijn zo razend populair en de levering was best wel beperkt. Oh, echt, maar we zijn er maar net een uurtje. Luister, er waren maar 3 knuffels binnengekomen. Als je snel bent, heb je nou ook ergens nog geluk. Huh? Waar zou ik geluk moeten hebben dan? In Miami worden deze nog wel verkocht. Er is nog 1 exemplaar, maar ik zou toch super snel zijn. Oh, super. Papa, zou ik alsjeblieft eentje in Miami mogen kopen? Ben jij knettergek? Weet je hoe ver dat rijden is? Ik heb ook goed werk, hè? Maar papa, alsjeblieft, ik wil het zo graag. Weet je wat? Vooruit. Dit slaat helemaal nergens op, jongen. Laat snel naar de auto gaan, want dat is straks zeker ook uitverkocht is, hè? Maar papa, doe niet zo gemeen, alsjeblieft. Zij besloten samen naar de auto te gaan lopen, maar er is iets niet in orde met deze man. Michael komt dus bijna aan bij de supermarkt en gaat er samen met zijn zoontje even kijken. En papa, hier is het dan, hè? Oké, zoon, laten we lekker samen naar binnen gaan. Kom, stap uit. Joepie, joepie, jee. Ik krijg een catnapknuffel, ik krijg een catnapknuffel. Ja, ja, het is wel duidelijk. Wat leuk voor je. Nou, pa, je mag wel een beetje lief zijn, hoor. Gozer, ik loop geld mis, want ik niet kan werken door jou. Oh, ik 1 keer dat je geluk krijg. Volgende keer doe ik dat niet meer, hoor. Echt, eens en laatste keer. Whatever. Zo, kan ik u ergens mee helpen? Jazeker, doe mij maar een catnapknuffel, alsjeblieft. We hebben er nog eentje op voorraad. En als je naam moet, dan komt ie. Catnap, kom eens hier. De vraag is, zal Catnap ook luisteren? En daar komt hij hoor. Oh my god, hij komt echt. Hoe luistert hij ook? Oké, dat is bijzonder. Nou, voor mij mag je hem hebben. Kijk eens meneer, alsjeblieft hè. Dankjewel en een fijne dag. Kom zoon, we gaan samen naar huis toe. Laten we snel naar de auto gaan, want ik moet ook lekker naar school toe. En ik kom te laat op mijn werk. Dankjewel zeg. Papa en Tobias besluiten om naar de auto te gaan. Oh, was een lange dag zeg. Lekker nu terug naar huis rijden. Oh, even kijken wat alles in orde is. Oké, heb je gordels aan? Ja, oké. En heeft hij een... Wacht, wat doet Huggy Wuggy hier? Hoe kan dat nou weer? Zeg, je bent geen geintje.
kleedje bij mij aan het uithalen, zoon? Nee, pa, ik ben helemaal niks aan het doen. Ik heb die meegenomen. Hoezo? Hoe kan dat nou weer? Wie dan? De kapouter zeker? Nee, echt niet. Breng me nou maar gewoon naar school toe. Oké, weet je, zoek hem maar uit. Tobias is dus op school aangekomen. Hey, dag, papa. Nou, dag, Tobias. Kom, Catnap. Ik kan iedereen even laten verbijsteren. Laten we even zien wie je bent. Tobias besluit naar binnen te gaan om Catnap te laten zien. En dan gaat ze naar Fabian toe om hem te showen. Hey, Fabian. Ik heb iets supercools. Oh, echt? Wat heb je dan? Genaamd Catnap. Kijk eens aan. Daar is hij dan. Oh, wat cool is deze. Hij kan ook gewoon echt lopen. Hij loopt al de verkeerde kant op. Ja, ik weet het. Kom, laten we naar de klas gaan. Ik kan iedereen laten zien hoe cool je bent, Catnap. Juffrouw, goedemorgen. Hé, wie heb jij nou weer bij? Zijn naam is Catnap. Dat is mijn nieuwe knuffel. Kom, Catnap. Je weet dat hij toegestaan is om speelgoed in de klas te gebruiken. Oh, maar toe, man. Juffrouw, we zijn ook om te leren om leuke dingen te doen, hè? Nee, leren moet saai zijn. Op het moment dat ik jou echt geïrriteerd heb, dat je boos bent en gechagrijnd bent door saaie lessen, dan ben ik tevreden. Het zal wel. Ongeveer de realiteit van school. Tobias, ik weet niet of je het gehoord hebt, hoor, maar Catnap blijkt heel erg gevaarlijk te zijn. Ja, gevaarlijk. En hoe kan hij nou weer gevaarlijk zijn dan? Ja, kijk, je moet het zelf weten natuurlijk, maar ik waarschuw alleen maar. Hoi dat, Fabian. Gevaarlijk, een knuffel. Inderdaad, ik geloof toch niemand? Oh, serieus, ik doe ook maar gewoon mijn best. Juffrouw, zou ik even naar de wc mogen? Snel dan! Dankjewel, dan ga ik gelijk naar de wc. Fabian besluit om lekker naar de wc te gaan. En ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ah, oh, ik moet even heel nodig even naar de wc. Oh, heerlijk dit. Oh, dat ziet er goed uit. Mijn handen stinken wel een beetje. Ik hoop dat alles in orde is. Fabian besluit om de wc uit te lopen. Maar tot grote verbazing, er zijn niet alleen. Hallo, wie ben jij nou weer precies? Wat doe jij hier in de wc? Hallo, kun je alsjeblieft reageren? Wie ben jij? Fabian krijgt ongewenst bezoek in de wc. Help! Tobias zit nog steeds in de klas, alleen vraagt de juffrouw zich af waarom het zo lang duurt. Zeg, weet iemand hoe het zo lang duurt? Tobias, kun je even kijken in de wc alsjeblieft? Ja, is goed mevrouw. En waar is Catnap er weer gebleven? Oké, vraag. Tobias besloot dus naar Fabian te zoeken en eens even kijken of dat lukt. Fabian, ben je toevallig ergens? Fabian? Wacht, waar is Fabian dan weer? Fabian, maak je een stomme geintje alsjeblieft. Nee, Fabian. Fabian reageert niet. Mevrouw, Fabian is nergens te bekennen. Hoe kan dat nou weer? Wat is dat voor onzin? Haha, ik zei het je toch. Niet zo stom lachen, jongens. Nou, Catnap heeft er niks mee te maken. Want daarom is hij de klas uit. Tobias komt dus thuis na een lange schooldag en hij besluit naar binnen te gaan. Papa, ik ben weer thuis aangekomen. Papa, wacht, ik weet alleen niet waar Catnap is gebleven. Die is kwijt. Papa, ik ben Catnap kwijtgeraakt. Lieverd, ik ben hier. Ik heb hem gevonden. Ik moet je nou verschrikkelijk nieuws vertellen. Oh, wat is verschrikkelijk nieuws dan? Papa's auto is opgeblazen. Ik weet niet precies door wie, maar het is niet vandaan dat zijn auto in brand stond. En dat hij dus betrokken is. Gezien heeft 30 centimeter van de tankafstand, is hij dus zo komen overlijden. Wacht, wat is dit? Serieus? Nee! Het spijt me zeer, jongen. Je mag even kijken als je wilt, maar ja, doe het op eigen risico. Oh, nee! De papa van Tobias is te komen overlijden en Tobias besluit om even daar naartoe te rijden. Wat zou er aan de hand zijn? Hoe kan dat nou weer gebeurd zijn? Wat verschrikkelijk dit! Tobias komt aan bij de benzinepomp en hij ziet de auto van papa ondersteboven liggen. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Nee, papa! Nee! Oh, nee, papa! Nee! Oh, nee, en de auto van ons! Nee! Wat verschrikkelijk dit! En waar is Huggy Wuggy gebleven? Ja, ook een ding. Waar is Huggy Wuggy nu weer zijn? Weet je, ben ik klaar mee? Ik ga lekker naar huis toe. Tobias komt dus thuis aangefietst en hij besluit om lekker naar binnen te gaan. Gezien hij er helemaal doorheen zit. Ik moet het tegen mijn mama vertellen. Mama, ik heb het gezien. Wat verschrikkelijk dit. Gecondoleerd, jongen. Ja, jij ook. Ik ga eens even kijken. Mijn GSM. Misschien papa iets of zo nog een keer gestuurd of zo voordat ik wegging. Even kijken hoor. En wacht, wie steun verbraken nou weer? Laat me maar raden. Huggy Wuggy, ik ben er klaar mee. Laat me met rust. Ik zweer het je, waarom bemoeit hij zich overal mee? Tobias is zojuist in slaap gevallen en hij besluit op te staan. Wat is aan de hand? Waarom hoor ik allemaal dingen? Laat ik even mijn telefoon kijken. Ik weet niet, maar ik hoor dingen op mijn beneden. Ik vind het een beetje eng. Ik ben bang. Oké, en wacht, wat heeft Teun nou weer gestuurd? Tobias, je moet nu komen. Kom naar de fabriek toe. De monsters zijn daar. Wacht, wat? Dat meen je niet. Laat ik er gelijk op afgaan. Ik ben er klaar mee, man. Oh. Tobias besluit om dan heen te fietsen, omdat hij wat dingen wil oplossen. Nou, dat ik even lekker extra veel gas kan geven, want ik moet er gelijk naartoe. Maar wat zal dan precies aan de hand zijn? Daar gaat Teun zo meteen achterkomen. Het is al pikdonker en je ziet bijna niks. Althans, dat is niet helemaal waar, want hier zie je wel wat. Teun komt dus aan bij de fabriek en hij besluit zo naar binnen te gaan. Oké, het is nou tijd om te weten wat aan de hand is, want het slaat nergens op. Hij doet dus de deur open en hij komt dus binnen. Teun, ik ben gekomen. Teun, wat is er dan? Je speelgoed ligt daar. Maar hoe kan dat dan weer? Wie heeft toch gedaan? Precies wat ik zeg. Ze zijn er zelf naartoe gegaan. Wat heb je dan in je hand? Ik heb een stinkbom in mijn handen en ik ga die gooien. Klinkt als een goed idee. Teun besluit om die stinkbom te gooien, want hij is er helemaal klaar mee. En ja hoor, de stinkbom begint gewoon te gaan. En je ziet het, ze kunnen er al niet tegen. En Huggy Wuggy heeft het al niet overleefd en Catnap overleeft het ook niet. Maar hoe weet je dat het werkt dan? Dit is iets
iets waar ze niet tegen kunnen. Ik heb al vaker dit soort dingen mee moeten maken. Vorige keer was mijn moeder Longlegs, nu zijn hun aan de beurt. Oh, maar we hebben ze nu verslagen. Wat supergoed dit. Oké, daar gaan we dan. We gaan glijden. Woe, wat leuk. Wow. Oké, we gaan even first person. Oké, we gaan super snel. Wow. Oké, we gaan lekker glijden. We gaan glijden. En als goed is, komen ze beneden aan. Oh my god. En mensen, ik ben wel een klein beetje verkouden, merk ik. Dat vind ik heel jammer. Maar we zijn best wel. Oké, we gaan niet super snel. Dat valt al een beetje tegen. Maar goed, daar komen ze aan hoor. Bij de trechter. Wow. Oké, wat een leuke glijbaan dit. En hè? Wat doen Catnap en Huggy Wuggy hier zo? Wat heeft dat te betekenen? Hallo Delano. Mijn naam is Huggy Wuggy. Je moet dan 3 uur 's nachts een Happy Meal halen. Of ja, je mag ook eerder hoor. Maar haal de Poppy Playtime een Happy Meal. Oké, interessant. Dat had ik nooit verwacht. Zit wanneer ik aan Huggy Wuggy praten. Oké, wij komen dus aan en dat tegenover staat Vice City. Maar daar moeten we dus niet naartoe. Vice City is voor een andere keer. Wij gaan even lekker terug zwemmen naar de kust. Waarschijnlijk heeft mijn zoontje gewonnen. Oké, dames en heren. Wij komen dus het water uitgelopen. En ja, daar is dus de auto. Laten we de auto instappen. Ik denk dat het een goed idee is. En mijn zoontje staat ook klaar, toch? En of laten we naar school gaan. Want ik wil Happy Meal zo meteen. Heb je hem ook al gezien? Ja, en of dat ik hem heb gezien. Oh, maar dat is cool. Hey, stap in. Ik heb namelijk een toets vandaag, papi. Helemaal goed, jongen. Kom. We gaan gelijk door naar school rijden. En ja, je had dus ook Huggy Wuggy en Catnap gezien, neem ik aan. Ja, ik heb ze ook gezien. En ze vroegen ook mij even naar de McDonald's gingen. Ja, mij ook. Nou, dat komt mooi uit, weet je. Maak je toets. En dan gaan we daarna naar de McDonald's. Maar minimaal 6, hè, want anders gaan we niet. Maar Delano, je hebt zelf ja gezegd tegen Poppy Playtime. Oh ja, natuurlijk. Maar ik wil gewoon deze 6 halen. Punt. Oké. We gaan even lekker rijden naar school toe. Ik zeg wel dat je 6 moet halen, maar als je hoog kan halen, liefst hoger natuurlijk, hè. Ja, nee, dat begrijp je, papi. Maar ik doe mijn best, oké? Je hebt gelijk, oké. Goed dat je best doet. Ja, meer dan dat kun je niet doen. Nou, dan zijn we dus aangekomen op school. Is die auto nou weer? Ik heb geen idee, maar ik ga jou hier even afzetten, ja? Hey, fijne dag, hè? Hey, dankjewel. En ik zie je straks. Oké, veel plezier met je toets. Nou, dit hebben we ook weer gehad. Hey, wat heeft het betekenen dan, hè? Je maakt mijn zoontje al te bang. Wat denk je wanneer naartoe te gaan? Hè? Sukkelij bent. Hier. Wat heeft het nou weer te betekenen? Kom aan, ik ga er ook niks aan doen dat je zoontje dus bang is voor je video's. Hé, hey, meneer, ik weet niet wat je doet, maar dit gaan we eens even mooi niet doen, hè? Beetje wegrennen, maar proberen te slaan, hè? Wat denk je wel niet? Ik bedoel, kijk, weet je, ze kijken zelf mijn video's. Ik bedoel, ik ben niet verantwoordelijk wat je mensen kijken, hè? Kom aan, zeg. Maar goed, wij gaan lekker wegrijden. Dit was gewoon een boze vader, ja. Ik weet ook niet wat ik van moet zeggen. Maar daar ligt hij dan. We gaan lekker naar huis te rijden. En ik zie wel eventjes, want mijn zoontje heeft namelijk een toets. En ik heb mijn vriendin even meevragen of ze misschien mee wilt met uiteten. Want ik ben wel benieuwd of ze namelijk mee wilt. Maar mensen, ik heb een vraag aan jullie. Als jullie deze GTA map zo zien, is jullie iets opgevallen hieraan? Want er zijn wat dingen veranderd. En heb ik het niet op Vice City aan de overkant, maar iets anders. Wat is beter geworden dan wat je eerst niet zag? Laat even achter in de comments. Nou, wij komen dus bijna weer thuis aan. En oh my god, wat was een fantastische dag, zeg. Alles de dag natuurlijk nog niet voorbij. Het begint wel een klein beetje te schemeren volgens mij. Of het is gewoon donker weer. Dat kan ook. Ik denk het eerder een tweede. Maar ja, het is wel de realiteit, maar hoe het er nu voor staat. Maar damn, het is altijd een hele lange oprit. Dat vind ik eigenlijk soms wel jammer. Aan de ene kant wel ander, want het is minder aantrekkelijk, want je wordt wel sneller gezien. Als je er van mij moet wegkomen, dan gaat het wel even duren. Maar aan de andere kant, het duurt wel lang dat ik er zelf ben. Want ja, ik ben er nu pas. Zie je? Oké, kan ik naar binnen rijden? Nee, dat gaan we dus niet doen. Laat ik even naar binnen gaan. Oké, daar gaan we dan. Lieverd, ik ben thuis. Waar ben je dan? Ik zit in het zwembad. Oké, ik ga eens even het zwembad kijken, oké? Lieverd, ik heb een verrassing voor je. Oh echt? Ik had ook een verrassing voor je voor vanavond. Huh? Ik ook voor vanavond. Wat is je verrassing dan? Wij gaan namelijk vanavond Mackie eten. Serieus, Delano? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb namelijk gereserveerd met een dure strand. Waarom wil je dit zo samen leuks doen? Want altijd met die zoontje zeker. Ja, wel met mijn zoontje. Maar waarom? Luister, het is namelijk weer een tijdsperiode, weet je wel. Een nieuwe Happy Meal. Je kent mijn zoontje toch? En trouwens, waarom play je altijd iets in als er een nieuwe Happy Meal is? Je weet wel dat er een nieuwe Happy Meal uiteindelijk uitkomt. Ik eet nooit McDonald's. Ik had het niet eens in de gaten. Oké, ja, dat wist ik niet. Maar goed, nou, dan weet je dat nu bij deze. En bedankt. Nou, maakt verder niet uit. Ik ga lekker naar de McDonald's toe. En wat jij doet, moet je even lekker zelf eten, ja? Oké, fijn. Hey, veel succes, schat. Ga lekker met de vriendin, ja? Ga ik doen. Ze was niet helemaal blij mee. Ergens snap ik het ook wel. Want ja, ik ga altijd, ja, op het moment dat ze iets vraagt, ga ik af met mijn zoontje mee. Maar ja, er is hier iets gepland. Ik kan het niet zomaar wegzeggen. Ik bedoel, je weet hoe mijn zoontje is. Die kan niet tegen als dingen veranderen. Daar hou ik me er ook aan. Ik bedoel, ik ben gewoon een lieve jongen. Ik ben echt heel schattig voor mensen. Maar dan moet je wel schattig houden. Maar goed, ik ga mijn zoontje lekker ophalen op school. En ik zie wel weer. Want oh my freaking god, zeg. Oh, dat moet natuurlijk gebeuren. En oké, we gaan even stunten. Oké, we gaan stunten. Wow, oh my god. En dan zijn we dan weer op de weg. En dit kan eigenlijk maar één ding betekenen. En dat is dat we lekker naar de McDonald's gaan. Of nou ja, nog niet gelijk, want ik ga niet zonder mijn zoontje naar de McDonald's. Ik bedoel, ik ben zelf meestal niet van de McDonald's, maar onthoud het lekker vindt, doe ik ook wel een keertje. Is geen excuus om McDonald's te eten, maar je weet hoe ik het zeg. Weet wat mensen, ik heb mijn zoontje ophalen. En dan zijn we dan aangekomen op school. Ik betekent maar één ding, dat we lekker naar binnen gaan. En die meneer ligt er nog steeds. Legend zegt dat ze nog steeds niet opgeruimd is. Alleen was mijn zoontje in godsnaam gebleven. Wacht, dat kan maar één ding betekenen. Als ze niet hier is, dan is dat niet best. Is hij aan het rolschaatsen nu? Oh nee, dat was niet aan het rolschaatsen. Leek even zo. Maar goed mensen, ik ga lekker lopen vast. En laat ik even mijn lampje erbij pakken. Want eerlijk, het zal wel heel donker zijn hier. Oh my god, kijk hoe donker het is. Ik heb wel een zaklamp nodig. Maar damn it. Ja, het is wel echt heel duidelijk dat je gewoon geen één hand voor ogen ziet. Maar goed, daar gaat het even niet om. Wij moeten ons zoontje even gaan zoeken. Dus ja. Help! Hé, waar komt er vandaan? Waar komt er geluid nou weer vandaan? Oké, even kijken hoor. Misschien moet hij proberen langs te komen. Ik hoop dat het lukt. Oké, dat gaat allemaal nog wel. Zou hij dan misschien hier zijn of zo? Oh my god, dat meen je niet. Dan nou help me alsjeblieft. Alsjeblieft, help me. Hey, stop dan mee, hè? Dat kun je niet doen. Oh my god. Zijn die mapensodemieters? Zijn die van de pot gerukt of wat? Hé? Ik ga hem mooi even niet doen. Zo. Hoppakee, wat denken jullie wel niet? Hé? Stom. Dat jullie zijn, echt waar. Auw, hey, die gaan we niet doen, die gaan we niet slaan. Hier, jij gaat liggen.
Liggen, kom op. Oh my god, en waarom trap ik je de hele tijd? Ik wil je slaan. Zo, hoppa, dit is wat we met jou doen. Is alles oké met je jongen? Ja, dat is allemaal goed hoor. Laten we snel naar de auto gaan en wegwezen, want ik ben echt bang hier. Komt goed, laten we snel naar buiten gaan. My god, zeg, dit is echt verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar we zijn hier van gelukkig mee weggekomen. En meneer, ik ga echt niet mijn kaart tegen, wees daar niet bang voor. Laat hier even draaien. Ja, de deur even naar buiten rennen. Oké, als het goed is, je buiten daglicht, is hij nu gesnapt voor ogen. En nu wel. Maar goed, laat ik even de auto instappen. Nou jongen, je hebt wel verdiend. Je gaat naar de McDonald's. Wat heb je trouwens gehad voor je toets? Ik heb een 6 gehaald. Hey, goed gedaan, jongen. Maar zoals ik al zeg, hoger is altijd beter, hè? Want waarom is eigenlijk geen 7 geworden? Ja, je zegt toch tegen mij dat ik een 6 moet halen? Oké, nee, heb wel gelijk. Maar je hebt toch geen expresfouten gemaakt, hè? Jawel, ik heb wel expresfouten gemaakt, want ik ook een 10 kunnen halen. Oh my god, volgens mij begreep je mijn vraag niet, papa. Maar goed, je bent intelligent, behalve we dingen letterlijk nemen. My god, zeg, je neemt wel heel letterlijk. Sorry, papa. Is niet erg, want ja, ik had eigenlijk zelf al gezegd, ja, ik mag jij de schuld daar niet van geven. Zo is het ook wel weer, toch? Daar ben ik het zeker met je eens. Maar goed, ik heb mijn ouders even vragen of ze ook McDonald's moeten. Want dan kan ik er even rekening mee houden. Maar ik vind best. Oké, dan ga ik even naar binnen toe. Hey pa, hey ma, willen jullie ook McDonald's? Ja, doe maar. Doe voor mij maar een Happy Meal. En voor mij ook een Happy Meal graag. Top, ga ik regelen. Dat komt ons mooi uit. Hoe meer Happy Meals, hoeveel vreugde, zeg ik altijd, hè? Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Ja, je weet dus dat al zeggen. Laat ik in mijn auto weer gaan stappen, gaan naar McDonald's toe. Doepie de poepie. Dat vind ik nou ook. Ik wil een Happy Meal. Ik wil die nieuwe catnap knuppel. Ik heb er al een paar van die Hucky Wucky tussen zitten. Ja, nee, dat begrijp ik, hè. Ik vind catnap ook wel een leuke eigenlijk. Want ik speel zelf ook Poppy Playtime, zoals je al weet, hè? Ja, dat weet ik, papa. Ik heb ze gezien op YouTube. Wat tof ben je. Hey, maar mensen, ik zie je weer bij de McDonald's. Nou, wij zijn in ieder geval bijna aangekomen bij de McDonald's. Dat is goed. Is het al hier ergens? Nee, iets verderop, hè, dacht ik. Oh my god, ik ben al zo lang niet meer geweest. Ja, zo vaak eet ik ook geen McDonald's. En een schemering begint al een klein beetje te vallen. Maar Delano, ik heb honger. Ja, ik heb ook honger. Kom op. We hebben allemaal al een beetje honger gekregen. Maar in ieder geval, het is goed dat het begint te schemeren. En eerlijk, wat is de map dan mooi geworden? En ja, hoe zou dat komen, denk je, die mensen? Wat is er veranderd aan deze map? Want het ineens wel heel mooi eruit ziet. Wat ik vind tien keer zo mooi als eerst. Wat vinden jullie mensen? Ziet de hond mooier uit dan toen of niet? Goed, laat ik hier even naar de Mac gaan. Ik ben benieuwd of ik iets kan bestellen. Hallo meneer, doe voor mij maar 4 Happy Meals alsjeblieft. Dat is goed. Wat wil je er voor drinken bij? Doe maar 4 cola, dat is net zo makkelijk, toch? Oké, dat kost je dan €38,50. Wow, oké, dat is wel heel duur. Maar bij deze meneer, kijk eens, €38,50 voor u. Dankjewel en eet smakelijk. Dankjewel meneer. Oké, dat is wel heel snel. Die McDonald's is al geleverd, joh. Damn, laten we gauw naar buiten gaan. Ik denk dat mijn zoontje wel blij mee gaat zijn. Zoontje lief, kijk eens. Ik heb Mackie gehaald. Wauw, wat lekker. Ik heb lekker spullen. Hé, dat vind ik goed om te horen. Maar ik wil even weten hoe warm is het eigenlijk op dit moment vandaag. Want als het goed is, heb ik ook weer op de telefoon staan. Want hoe is het dan een beetje warm op dit moment? Het is 107 graden. Oké, dat is wel heel warm. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik ga mijn ouders ook even blij maken, want dat vinden ze ook wel leuk. En wauw, kijk eens hoe mooi die burgershot eruit ziet. Echt die lampen zo. Dat is wel heel nice gedaan, though. Zoals ik al zeg, we hebben het een stuk mooier weten te maken. Maar hoe zou dat nou komen? Wat is het veranderd aan deze map? Ik zie die wel weer bij mijn ouders. En dan zijn we dan bijna aangekomen bij de ouders. Ik ga ze even McDonald's geven. Ik denk dat ze daar heel blij mee worden. Papi en mama even blij maken. Wat vinden we daarvan? Ik ben zo terug, ja? Oké. Nou, kijk eens, papi en mama. Ik heb McDonald's. En nee, wat is met papa en mama gebeurd? Oh nee, dat meen je niet. Hoe kan dat nou weer? Nee. Oh nee, dat meen je niet. Ik moet snel weg hier. Ik zweer het je, Wizzy. En Huggy Wuggy, ben je serieus? Hé, dit gaan we mooi niet doen, hè? Stommerik, dat je bent. Huggy Wuggy, hoe doe jij hier? Hoe kom je binnen? Oh nee, ik moet tegen mijn zoontje vertellen dit. Ik zweer het je. Oké, bam. Daar is hij dan, Huggy Wuggy. Die gaan we eens even niet toelaten, hè? Stommerik dat je bent. Nou, ik ga er weer vandoor. Dag. Oh, dat meen je niet. Nou, Tim, er is iets gebeurd. En Tim, waar ben jij nou ineens gebleven? Oh nee, Tim is er ook ineens vandoor. Hoe kan dat nou weer? Eerst Huggy Wuggy. Van ja, mijn ouders, toen weer Tim. Hè? Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Nou, weet je wat? Whatever dan ook. We gaan gewoon lekker rijden. Ik denk dat het verstandige idee is. En ik ga lekker door naar huis toe. Want ik moet er dus namelijk zijn. Dus weet je wat, mensen? Ik pak de auto. Ik ga extra veel gas geven. En ik zie je weer thuis. Maar hoe kan het dan ook gewoon zijn dat Tim ineens op magische wijze verdwenen is? En wat? Ik word ineens aangereden. Oh my god, ik begin gewoon te stotteren. Wat dit nou weer te betekenen? Het is gewoon een bewuste actie, dit, hè? My god, ze willen mij niet goed zien. Ze willen me slecht zien. Maar hier is dus een Stark Mansion waar we dus wonen. En we gaan even gelijk de auto even neerzetten, want ik denk dat het een goed idee is ook. Oké, we gaan eens even stunten, want we hebben 100 punten. Laat ik even gauw naar binnen gaan, want ik moet me lieverd even hiervoor waarschuwen. Want ik zweer het je, het loopt een beetje uit de hand. Oh, lieverd, ik ben thuis. Lieverd, waar ben je dan? Oh nee, de meenie, waar is lieverd ineens gebleven? Waar is mijn schat? Oh nee, ik weet niet waar die is. En waar is lieverd? Oh nee, de meenie, ik moet er even achteraan, want wat is er gebeurd? Wacht, hier ligt een spraakmemotje. Het lijkt mij een goed idee dat ik even ga luisteren. Lieverd Delano, ik ben er helemaal klaar mee. Nooit wat leuks samen. Weet je wat? Je zoekt het maar lekker uit. Maar ik ben weg. En kom alsjeblieft niet opzoeken. Wat, ben je heel serieus? Oh nee, dat meen je niet. Mijn schatje liever is gewoon weg, man. Gelijk erachteraan. Want ik zweer het je, ik vertrouw het al niet. De situatie loopt een beetje uit de hand. Ik moet zo snel mogelijk wegkomen, man. Ik moet proberen dit tegen te houden. Ik zweer het je, dit is echt niet goed best. Maar wij liggen bijna ons erboven. Oh my god. Laat ik even extra gas geven. En als ik een beetje doorrijd, dan zijn we er zo. En dan zijn we dan dus bijna aangekomen bij de pier. En daar moet ik dus namelijk zijn. Want als het goed is, wil mijn liefertje vanavond gaan uiteten. Tenminste, was wel haar planning. Dus dan dat ik hier even naartoe ga. Omdat ik bijna overtuigd dit zeg dat zij dit wou. En wat, ben je heel serieus? Dat is niet echt haar leeftijd, hoor. Wat is hier aan de hand? Oh my god. Ik ben helemaal klaar met Alana. Ik zweer het je. Ik ben liever met jou op een date. Ja, dat snap ik heel goed. Ik zweer het je. Op een outfit kunnen leren. Wat, ben je serieus? Hey, wat heeft dit te betekenen? Die gaan we dus niet accepteren, hè? Alsjeblieft, zeg. Stom dat jullie zijn. Bam.
Oh my god, hoe durven ze wel niet achter mijn rug dit soort dingen doen? Ik ben er klaar mee, ik wil weg. Maar ja, ik moest dus om 3 uur naar de McDonald's, zei ze tegen mij. Weet je nog, toen ik in de trechter zat in de glijbaan? Laat ik nu naar de McDonald's gaan. En oh my god, het ziet er zo fantastisch uit hier als het avond is. Dat kan ik je wel vertellen. Maar daar gaat het even niet om. We kunnen niet zeggen of iets wel mooi of niet mooi is. Zoals ik al zeg, van een mooie tafel kun je niet eten. Maar wel rijden. Oké, dat is een beetje too much information. Wij zijn in ieder geval bijna aangekomen bij de plek. En ik denk dat de hoogste tijd is om erop af te gaan. En hier als het goed is, moet het dan zijn, hè? Maar waar dan precies? Even goed kijken. Ah, ik zie voor mij daar de gele M al staan. Ja, de gele M. Top. Dat betekent maar één ding. We gaan naar binnen toe. Het is al vrij donker, maar laat ik even mijn lamp gaan gebruiken. Ik denk dat het een goed idee is. Dus laat even kijken hoor. Hallo? Is er iemand? Ik moest iets om 3 uur 's nachts zijn. Hallo? Is er iemand? Wacht, misschien in de kelder. Ik ga eens even gauw kijken. Hallo? En wacht, wat is dit te betekenen? Wat? Catnap? Maar dit meen je helemaal niet. En wacht, mijn zoontje is neer. Nee. Ben je heel serieus? Oh nee, ik moet hem pakken. Zie hier, dit gaan we even doen met catnap, hè? Bam. Die ga ik niet accepteren. Oh my god. Hier. Wat denk je dan wel niet? Even die staart omhoog houden, gek. Zo, dit is wat we met catnap doen. Nou mensen, ik denk dat we catnap even mooi te pakken hebben. We gaan even doorrammen. En daar is hij dan hoor. Klaar met catnap. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en doei.